Nou, lekkere tune is dit, hè? De intro tune van Radio Gletscher. Fijn dat je kijkt naar het programma. We zijn er tot 2 uur. En we hebben weer een hele bijzondere gast in ons midden. Daar gaan we zo meteen uitgebreid mee in gesprek. Ja, ik wil eerst even naar Marlijn toe. Marlijn, hoe is het met je? Zo vals. Zo vals. Hoezo? Nou, jij weet precies hoe het met mij is. Oké, ik zal eens even groot in beeld zetten. Want dan kun je mijn waterige oogjes zien. En een beetje wallen en zo. Dus zo gaat het met mij. Oké. Nou, dan is dat een goede update. Ik hoop dat je zo meteen weer een beetje, misschien tijdens dit gesprek, dat je weer helemaal herstelt. Dat zou nog kunnen. Nou, ik verwacht wel dat we hoog in de vibratie gaan zitten vandaag. Dus met de gast die we hebben. Absoluut. Nou ja, de gast, laten we haar er even bij pakken. Senna Orshi, zeg ik dat goed? Dat heb je heel goed gezegd. Senna, welkom in de show. Ik heb jou gisteren even gesproken en... Ja, voordat ik je eigenlijk ga introduceren, wat mij opviel, is ik word heel rustig als ik in jouw buurt ben. Hoor je dat vaker? Dat hoor ik vaker, ja. Energy can be contagious, zeg ik dan altijd. Ja, ik vond het wel even leuk om mee te beginnen. Want wij van Radio Gletscher vinden het sowieso leuk om het anders te doen dan anders. Maar dat is heel prettig om in de buurt te zijn, heb ik gemerkt. Nou, dankjewel. Dat is een goede compliment om mee te starten. Die heb ik in de pocket. Absoluut, absoluut. Ja, ik heb je natuurlijk ook een beetje... je bent een holistisch coach. Je geeft Afrikaanse yoga. Je presenteerde voor Pound en voor AT5. En je hebt nog een hele mooie 4-delige serie voor de NPO gemaakt. Over Marokko. En je bent nu bezig met vloggen, hè, met je YouTube-kanaal. Ja, ik ben een manager van alles. Ik heb mijn ene been in media en content. En mijn andere been in spirituele, persoonlijke ontwikkeling. Voor mezelf, maar ook voor anderen. Dus daarbij ondersteun ik vooral anderen in hun proces. Mm-hmm. Oké, interessant. Hoe blijf jij zo bewust in zo'n druk bestaan? Nou ja, de kunst is bij mij eigenlijk om niet al te druk te zijn. Om niet te veel dingen te doen op een dag. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het helpt heel erg als je alleen de dingen doet die je echt heel leuk vindt. En gewoon heel goed rekening houdt met na inspanning ook weer ontspannen. Ik vergelijk het altijd een beetje met topsport. Je kan heel veel trainen en dat is heel mooi en heel goed. Daar word je heel groot en sterk van. Maar zonder periodes van rust heb je ook geen tijd om te integreren, te herstellen... En jezelf weer op te laden om weer met de volle lading erin te gaan. Dus het is een bewustwordingsproces. Ik heb dat voorheen wel eens anders gedaan, waarin ik echt alleen maar aan het rennen was. Rennen, 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 presteren en ik moet. Maar ja, dan ben je zo uitgebrand. Dus dat is wel een leerproces geweest. Hoe integreer je alles wat je hebt meegemaakt weer? Dat gaat eigenlijk een beetje vanzelf. Door de rustmomenten op te zoeken, waarin je dan automatisch een beetje gaat reflecteren van, oh ja, nou, hoe is dat gegaan? Wat heb ik daarin gedaan? Wat ging er heel goed? Wat ging er eigenlijk wat minder goed? En goed en fout zijn eigenlijk labels die ik niet graag gebruik, maar wat voelde heel prettig en wat voelde wat minder prettig? En wat is mijn aandeel daarin geweest? Wat ik vaak doe voordat ik ga slapen, is een meditatie waarbij ik mijn hele dag weer voor me zie. Dus dan begin ik vanaf het moment dat ik ben opgestaan. Dan zie ik mezelf ook uit bed gaan. Wat heb ik toen als eerste gedaan? En zo zie ik dan mijn hele dag voor me. Tot het moment dat ik weer in bed lig. Op dat moment dus. En dan pas val ik in slaap. Dus dat is ook een heel goed middeltje voor mijzelf in elk geval. Om te reflecteren op mijn dag. En te kijken hoe bewust ik was op bepaalde momenten, of wat me is ontgaan. De gesprekken die ik heb gevoerd, de dingen die ik heb meegemaakt. Dus dat is een tool wat ik elke dag wel integreer. Ja, dat is moeilijk natuurlijk, want dan... Het lijkt me dat je dan heel snel een soort van in de...
in de beoordelingsmodus schiet. Dat je denkt van, oké, dat heb ik, niet goed gedaan. Dat is slecht en dat is goed. En, maar dat, daar moet je dus uitblijven, denk ik. Ja, absoluut. Daarom wil ik ook niet de termen goed of slecht gebruiken. Maar meer wat voelde prettig en wat voelde minder prettig. En ik merk dan ook in die meditatie die ik dan doe. Er zijn sommige momenten waar je dan heel snel voorbij wil raffelen. En sommige momenten waar ik dan toch wat langer bij stilsta. En dan wat meer op de gesprekken zit en hoe ik me daarbij voelde. En op die manier kom ik ook al wat dichter bij mezelf van, oh, nou, waarom voelde ik me eigenlijk zo goed of wat minder goed op dat moment? En wat kan ik er dan zelf aan doen om dat de volgende keer of te ontwijken of juist op een betere manier aan te gaan? Oké, interessant. Je hebt natuurlijk in het verleden heb je veel gepresenteerd, hè? Was je toen ook al bezig met spiritualiteit of is dat later gekomen? Nou, ik denk dat ik altijd wel spiritueel ben geweest. Wij zijn allemaal wel spiritueel, we zijn spirituele wezens. Maar ik ben er niet zoals ik er nu mee bezig ben, heel bewust mee bezig geweest in het verleden. Ik ben wel religieus opgevoed, dus in dat opzicht had ik altijd wel een soort van toolbox mee. Met bepaalde rituelen en practices die ik dan deed. Maar er is ergens in mijn leven een switch geweest. Waarin ik met mezelf heb afgesproken van nou, alles wat ik heb meegekregen en geleerd vanuit mijn ouderlijk huis, vanuit de maatschappij, vanuit mijn vrienden en vanuit mijn onderwijsinstelling. Dat ga ik deleten en ik ga gewoon helemaal opnieuw beginnen en mezelf nieuwe dingen aanleren. En wat kritischer kijken naar de gedrag en denkpatronen die ik nu heb. En dat was wel een soort van kantelpunt in mijn leven, waar echt een heel intens bewustwordingsproces in gang werd gezet. Dus ja, altijd wel spiritueel geweest, maar niet met de intensiteit die ik nu heb. Zo, maar dat is wel een flinke ommezwaai die je dan maakt, hè? Want dat kritische kijk ook vooral naar religie. Ja. De omgeving van jou, dat stel ik me zo voor, hè? Die is dan nog wel heel erg in die modus van het religieuze. Hoe werd erop gereageerd? Nou ja, ik denk dat vanuit iedereen in eerste instantie wel gereageerd werd of naar me gekeken werd met hebben, waar ben je allemaal mee bezig en welke kant ga je nou uit? Want ja, ik ging van vlees eten en echt elke dag vlees eten ineens naar vegan. Ook superveel afvallen, dus dat mensen ook echt dachten van gaat het wel goed met je en nou, je ziet helemaal niet goed uit en je wangen zijn ingedrukt en waarom ben je zo extreem en je kan toch af en toe nog wel vlees eten. Dus een stukje onbegrip van mensen, ook wel een stukje onwetendheid van ja, wat is ze aan het doen en is het wel goed voor haar. Maar dat zie ik eigenlijk, dat zie ik eigenlijk altijd wel terugkomen op momenten dat ik een zwaai ga maken, een switch ga maken en dingen heel anders aanpak, dat er een soort van weerstand is vanuit de omgeving. En ik denk dat dat vaak ook meer is vanuit bezorgdheid. En ook gewoon vanuit ontwetendheid. Want ja, zij kennen natuurlijk dat wat we hebben meegekregen. En op het moment dat je daar tegen ingaat, ja, dan kan het soms heel eng zijn. Een beetje angst voor het onbekende. En die patronen waar je het dan over hebt, hè? Hoe transformeer je die? Kun je daar iets wat over zeggen? Ja, het is vooral in eerste instantie inzicht krijgen in bepaalde patronen. Van, in deze situatie ben ik vaker gekomen. Dit soort gesprekken heb ik vaker gehad. Op deze manier reageer ik wel eens vaker. Terwijl ik me daar eigenlijk helemaal niet prettig bij voel. Of eigenlijk zou ik heel anders willen reageren. Dus het is eerst in eerste instantie voor mij dat stukje bewustwording. Bewust worden van je patroon. En daarin kijk van oké, hoe zou ik dat anders willen? En vaak wanneer ik dan het anders probeer te doen, dus het ga oefenen, kom ik ook steeds meer erachter waar mijn patroon vandaan komt. Dus bijvoorbeeld, nou, zo heb ik het aangeleerd vanuit huis. Of nou, omdat ik bepaalde dingen heb gemist, ben ik dat heel erg gaan compenseren met een bepaald gedrag. Of dat ik dan inzie van, het is eigenlijk vanuit een bepaalde angst of vanuit een bepaalde schaamte. Dus in het oefenen om het anders te doen en om dat patroon te doorbreken, leer ik dan vaak ook waar dat patroon vandaan komt. Oké. En op je, dat hoorde ik jou in een video zeggen, op je 25ste
toen was er een soort, toen ging er iets aan, hè? Of toen, toen dacht je van, nou, dit wil ik helemaal niet meer. Dit leven wat ik nu heb. Ja, klopt. Ja, ik was 25 jaar. Ik zat toen in de media, woonde 9 hoog in Amsterdam. Volgens maatschappelijke begrippen, alles op een rij. Een relatie, leuke vrienden, mooi huis, carrière. Kon veel reizen, dus ik had alle vrijheid wat dat betreft. En dus in de materialistische, fysieke wereld had ik volgens de maatschappij alles. Dus, en ik linkte dat en met, oh, nou, ik heb dus alles, dus dan zou ik ook heel gelukkig moeten zijn. Maar ik merkte steeds meer dat er een gevoel van leegte en een ongelukkig gevoel aan het sudderen was. En dat merkte ik heel erg in bijvoorbeeld nadat ik dan weer een reis ging maken. En dan ging ik naar de andere kant van de wereld. En zou je super blij en enthousiast moeten zijn. En dan ja, kwam ik daar aan en nou, we gaan het nog een keer doen. En ik voelde me daardoor heel ondankbaar. Van nou ja, je hebt alles. Je hebt alle vrijheid om de dingen te doen die je wilt. En toch mis ik een bepaald gevoel. Een bepaald enthousiasme en levendigheid. En toen ik steeds meer ging toegeven aan dat gevoel, dus ook eerlijk tegenover mezelf durfde te zijn van, oh, maar wacht eens even, misschien heb ik alles, maar heb ik helemaal niks. Toen ging er ineens een deksel van een hele donkere pot. En daarin besloot ik om heel veel dingen ook gewoon op te geven. Van, nou ja, van mijn carrière word ik kennelijk niet gelukkig, dus misschien moet ik hem stoppen. Nou, van bepaalde vrienden word ik kennelijk niet gelukkig, dus misschien moet ik die relaties verbreken. Ja. En toen ben ik eigenlijk heel veel dingen waar ik heel erg aan vasthield, omdat ik dat gewend was of dacht dat dat zo hoorde of omdat ik dacht dat het me gelukkig maakte, ben ik eigenlijk gewoon zo beetje bij beetje gaan loslaten. Waardoor ik eigenlijk uiteindelijk met mezelf overbleef, thuis op de bank, met een stapel boeken, heel wat documentaires en 5 vragen. Wie ben ik? Wat ben ik? Wat doe ik hier? Wat is het bestaan? En geloof ik in een god, ja of nee? Want ik ben wel islamitisch opgevoed, maar geloof ik dat echt omdat ik dat oprecht geloof? Of geloof ik dat omdat ik dat zo heb meegekregen? En die 5 vragen, ja, die ging ik beetje bij beetje uitzoeken. En hoe meer ik erin dook, hoe meer antwoorden zich onthulden. En die liepen dan ook weer heel veel andere vragen op, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat was een begin van een spirituele reis. En dat had ik op dat moment niet door. Want het was een hele duistere periode. Maar wel een van de mooiste periodes en transformatieve periodes in mijn leven tot zover. Wauw. Ja, daar is wel moed voor nodig, ja. Denk ik. Ja, en zeker bij die laatste vraag merkte ik dat er heel veel weerstand was. Van, oh, maar geloof ik wel in een god en ben ik wel echt islamitisch? Ik liep heel lang tegen die vraag aan. En ik merkte dat ik ook heel lang die vraag niet durfde te beantwoorden. Dus dat ik oprecht niet durfde op zoek te gaan naar antwoorden. En eigenlijk was het pas op het moment waarbij ik tegen mezelf zei van, of mezelf afvroeg van, oké, stel nou dat je deze reis aangaat en je gaat zoeken en het antwoord is, nee, er is helemaal niks anders. Er is geen god en islam betekent helemaal niks. Stel je voor dat het antwoord is van je reis. Heb je daar dan vrede mee? Dus durf je tegendraads te zijn. Durf je tegen de rest in te gaan. En pas toen ik daar ja op kon antwoorden. Ik wil deze reis ongeacht wat het antwoord is. En ga ik op zoek. Pas toen kon ik echt op zoek gaan. En pas toen konden antwoorden zich ontvouwen in mijn leven. Maar ik merkte dat ik dus heel lang het aan het afhouden was, omdat ik simpelweg bang was voor het antwoord. Ja, en dan schiet je snel in een soort van vlucht, hè? Dat je denkt van, nou, dan ga ik mij met andere dingen bezighouden, zodat ik daar een beetje omheen kan dansen. Klopt dat? Ja, en ook weer terugschieten in patroon. Dus maar dingen doen en rituelen en practices doen die ik heb meegekregen. God aanbidden op een manier die ik heb meegekregen. Proberen te bidden, terwijl ik op dat moment bijvoorbeeld niet zozeer de connectie voel. Dus toch weer schieten in patronen om te doen wat ik denk dat goed is, zonder dat ik echt voel, ja, dit is goed voor me. En zonder dat ik echt voel dat ik er profijt uit haal.
Dus ja, het terugschieten in patronen en dingen die aangeleerd zijn. Zit er iets in de islam ook, want ze kennen ook meditatie, toch? Absoluut. Ze kennen wel heel veel van die spirituele, ritueelachtige dingen ook. Dus, ja. Ja, zeker. De islam is een hele super spirituele religie. Dat zijn heel veel religies natuurlijk. Ik zeg altijd, een religie is zo'n georganiseerde spiritualiteit. Maar dat is niet zozeer de manier waarop ik het had meegekregen. En heel veel moslims met mij, weet je krijgt het mee. Niet alleen moslims overigens, maar ook mensen uit andere religies. Het is alsof je als het ware gewoon een soort van wetboek meekrijgt. Een kader van regeltjes en rituelen en dit is hoe we het doen. En that's it. En ik merkte dat ik vaak vooral heel erg benieuwd was naar het stukje waarom. Waarom doen we dit? Waarom op deze manier? En wat gebeurt er als ik het op een andere manier wil doen, omdat ik dat voel? En op het moment dat ik begon te zoeken en dus islam ook op mijn eigen manier ging ontdekken, toen pas merkte ik hoe mystiek en spiritueel het eigenlijk was. En hoe het helemaal niet zozeer gaat om de regels en het uitvoeren van bepaalde handelingen, maar meer om het doel wat je ermee bereikt. Het bewustzijn wat je daarmee kan vergroten. En omdat ik daar voorheen helemaal niet zo mee bezig was, maar meer het uitvoeren van dat wat ik had meegekregen, ja, dan was het ook een hele oppervlakkige connectie die ik had met mezelf, maar ook met de divine, met God. Ja. Ja, ik ben zelf niet gelovig opgevoed. Ik heb wel in me enigszins verdiept in het christendom. Ik heb ook een aantal jaren geleden het evangelie van Thomas gelezen. En als je dat leest, en je bent met spiritualiteit bezig, want ik begon eigenlijk eerst met spiritualiteit en toen met de religie, dan begrijp je ook veel beter van, dat bedoelt hij. En dat gaat eigenlijk gewoon over bewustzijn. En ja. In het boek van de evangelie van Thomas. Maar ik ben benieuwd, zit er in de Koran ook dat soort hele duidelijke verwijzingen? Dat je denkt van, dat gaat over bewustzijn in plaats van over een leven, regeltjes naleven. Absoluut. Ik ga je vraag beantwoorden en ik ga ondertussen mijn telefoonlader pakken. Want ik zie dat mijn telefoon bijna uitvalt, dus dat is onhandig. Okay. Ja, absoluut. Er zijn heel veel dingen die draaien om het vergroten van je bewustzijn. Zelfkennis, kennis over jezelf, maar ook over de wereld. En over de dingen die we niet kunnen zien. Dus hele mysterieuze dingen. Ik merkte dat vooral met bijvoorbeeld Ramadan. Waar ik voorheen vooral ging vasten. Omdat we dat zo hadden meegekregen. En dat doe je dan gewoon één keer per jaar. Ik kreeg dan hele mooie morelen, maar toch een beetje oppervlakkige morelen mee van, het is goed voor je en we doen het uit solidariteit voor andere mensen. Kijk, nu zit ik volop in de zon. Zo. Solidariteit voor mensen die niet zo heel veel te besteden hebben en in armoede leven. Toen ik vanuit de spiritualiteit Ramadan ging benaderen, toen stuitte ik eigenlijk op veel meer en een veel diepere betekenis dan dat wat ik had meegekregen. Dus nu zie ik Ramadan ook meer als een maand waarin ik me spiritueel, fysiek en mentaal kan reinigen. Ik zie het gewoon echt als een detox, zoals ze dat in het Westen noemen. En een maand waarin ik werk aan mijn discipline. En als je niet eet, niet drinkt en je onthoudt van allerlei primaire behoeftes, dan heb je heel wat discipline voor nodig. Maar die discipline suddert ook door in eigenlijk alles wat je op dat moment aan het doen bent. Dus omdat je heel streng bezig bent met wanneer je eet en wat je dan eet, kun je die keuzes ook makkelijker maken met bijvoorbeeld meditaties of het uitvoeren van bepaalde andere spirituele handelingen. Ik heb vaak genoeg door het jaar heen dat ik echt wel wil mediteren, maar gewoon niet de discipline kan opbrengen. En ik merk dat in een maand als Ramadan, omdat ik dan al begin met de primaire behoeftes niet bevredigen, eten, drinken, dat het een hele grote dosis discipline geeft die ik daarna ook gewoon kan doorvoeren in alle andere dingen.
Je wordt mentaal helderder, waardoor ik betere beslissingen kan nemen. Ik ga letterlijk anders waarnemen. Ik heb dat ook als ik bijvoorbeeld door het jaar heen gewoon 3 dagen of 4 dagen een juice detox doe. Dan heb ik echt op 3 en 4 dat al mijn zintuigen ineens op scherp staan. Dat ik om objecten heen ook schaduwen kan zien. Dus waardoor je meer gaat waarnemen en iets verder dan alleen deze fysieke materialistische wereld. Dus het is ook echt een reiniging en het vergroten van je bewustzijn en van je waarneming. Gaaf. En die, wat, daar ben ik wel geïnteresseerd in. Hè? Dat je meer kan waarnemen. Zie je dan ook bijvoorbeeld... dus je zult ongetwijfeld wel schaduwen zien en energievormen, maar ook entiteiten bijvoorbeeld? Ja, vooral voelen. Er zijn natuurlijk verschillende manieren van waarnemen. Wat entiteiten betreft voel ik ze meer dan dat ik ze echt zie. Of horen, dat kan ook. En tijdens de Ramadan, wanneer ik dus me sowieso al wat lichter voel, door de rituelen die ik doe, merk ik dat alles ook wat aangescherpt wordt. Dus ook de waarneming van de unseen things, de dingen die we niet met de twee ogen kunnen waarnemen. Oké. Ik zat Marlijn, je wilt... Ja, ik wil het zeggen, maar ik weet niet zo goed hoe ik het moet zeggen. Je had het over, volgens mij had je het over angst. En dat noemde je volgens mij een donkere entiteit ook. Dat angst een donkere entiteit is. Klopt dat? Ja. In een van mijn video's? Ja. Of niet ja. In dit gesprek? Nee, in een van je video's had je het daarover. Ja. Dus ik dacht van, zo zie jij entiteiten dus. Entiteiten zijn eigenlijk gewoon energieën of gevoelens die je kunt aanvoelen. Dat is wat entiteiten zijn dan. Ja, nou ja, weet je wat wel heel interessant is? Ik kom uit, ik heb een Marokkaanse achtergrond. En ik ben heel erg opgegroeid met scheur, dus hekserij, tovenarij en de angst ervoor. En ik merk gewoon dat wanneer bijvoorbeeld mensen falen in het leven of nare dingen meemaken in het leven, dat het al heel snel gegooid wordt op tovenarij, magie, of entiteiten, treitergeesten, noem maar op. Dus opgroeiend merkte ik dat ik ook best wel bang was voor geesten en duistere dingen en magie. En hoe meer ik in spiritualiteit duik, hoe meer ik eigenlijk gewoon realiseer van ja, alles ben je zelf. En die demonen waar we het allemaal over hebben en de treitergeesten en noem maar op. Het zit allemaal in jezelf. En ik zie inderdaad ook negatieve energieën zoals angst of schaamte, schuldgevoelens, leugens, wrok, jaloezie. Nou, zo kan ik nogal doorgaan. Dat zijn allemaal donkere energieën, negatieve emoties. En als jij niet leert hoe jij je angst kunt beheersen, dan zal angst jou overnemen. Dus op het moment dat je veel angst in je lichaam hebt, en daardoor dus in je hoofd, want je hoofd is een weerspiegeling van je lichaam en vice versa. Op het moment dat je dus veel angst in je hebt, dan bekijk je de wereld, bekijk je mensen, bekijk je jezelf ook door een bril van angst. Dus je ziet alles op een angstige manier. Je ziet overal gevaar in. En op het moment dat je je angst kan overwinnen, dan laat je die demon jou dus ook niet beïnvloeden. En ik zeg daarmee niet dat angst slecht is, want weet je, angst kan ook heel goed zijn om je te behoeden van bepaalde dingen. Maar het wordt problematisch wanneer angst jou overneemt. Dus wanneer je zelf geen controle hebt over die energie. En dat geldt ook voor schaamte en dat geldt voor heel veel andere negatieve energieën. En andersom bijvoorbeeld, te veel van iets positiefs is ook niet goed. Ik geloof dat voor alles heb je de juiste balans nodig. Er zijn heel veel mensen die dingen doen uit liefde. En altijd maar helpen uit liefde. Of klaarstaan voor iemand uit liefde. En daarvan merk ik ook, hoe dieper ik ga in spiritualiteit, dat een positieve emotie niet per se altijd positief is.
ik heb jarenlang mensen geholpen vanuit liefde en vanuit een positieve emotie, liefde en me hulpbaar opstellen. Zonder dat ik daarbij inzag dat ik mensen op die manier afhankelijk maakte. En dat ik hun eigenlijk hun eigen lessen aan het ontnemen was. Dus positieve emoties hoeft niet altijd positief ingezet te worden. En negatieve emoties hoeft ook niet altijd negatief ingezet te worden. Het is maar net hoe je het gebruikt. Dus ik wil niet zeggen dat negatieve emoties slecht zijn. Of dat positieve emoties goed zijn. Maar het gaat mij meer om het creëren van een bewustzijn, waardoor je kan zien van oké, hoe kan ik bepaalde dingen het beste inzetten voor het beste resultaat. Heeft dat ook niet te maken, Senna, met het feit dat we als mensen onszelf veel meer kunnen helen, in plaats van dat we afhankelijk zijn van bijvoorbeeld medicatie of zo. Dat schiet mij dan snel te binnen. Ik heb ook wel in de jeugdzorg gewerkt en dan is het ook heel snel van Ritalin en andere medicatie aan jongeren verstrekken. Waarin ze dus weer afhankelijk worden. Hè? Zie je dat daar heel erg dat mensen beter in hun eigen kracht kunnen staan als ze echt werkelijk weten wat en wie ze zijn? Ja, absoluut. En daarmee dus ook controle nemen over je eigen bestaan. Over je eigen functioneren. Over je eigen gezondheid. En dat je die macht dus ook niet weggeeft. Ik heb ook heel veel mensen behandeld die super afhankelijk zijn van medicijnen. En daarmee dus eigenlijk de macht leggen bij de medicijnen en buiten hunzelf. Terwijl alle ziektes die er zijn, bedenk maar wat voor ziekte dan ook. Of het nou een mentale is of een fysieke. Het is altijd een imbalans op energetisch niveau. Dus dat er op energetisch niveau een blokkade zit en dat uitzicht dan op mentaal niveau met bepaalde stoornissen. Het uitzicht in een fysieke vorm, waardoor je dus fysieke pijn hebt of een fysieke ziekte hebt. Ontstekingen of kanker of noem maar op. En op het moment dat je dus medicijnen neemt, dat kan heel fijn werken, omdat je de pijn misschien op dat moment niet voelt. Maar je bestrijdt daarmee alleen de gevolgen. Dus de oorzaak blijft daar altijd zitten. En kan op die manier dus ook alleen maar groter worden. Dus op het moment dat je dan echt in jezelf duikt en op energetisch niveau die blokkade probeert weg te halen. En dat vermogen hebben we allemaal om onszelf te helen. Dan zul je zien dat die medicijnen ook helemaal niet nodig zijn. Omdat je de oorzaak hebt aangepakt. Ja, maar dan eigenlijk zeg je dan van de reguliere geneeskunde is heel erg beperkt op dit moment. Nou, de reguliere geneeskunde is meer gericht op het bestrijden van gevolgen, het bedrukken van pijn. En als je het mij vraagt, op geld verdienen. Maar niet zozeer op het helen van mensen, je echt beter maken. Nee. Dat zie ik niet zo. Je had het net over angst. En dat je niet moet zorgen dat die angst jou overneemt. Maar hoe doe je dat? Dat is ook een heel actueel dingetje ook, hè? Nou ja, eerst inzien dat je bang bent. Heel veel mensen zijn super angstig. Maar hebben niet door dat ze geconsumeerd worden door hun angst. Dus het begint daarbij. Bijvoorbeeld mensen die van 9 tot 5 werken. Een baan waar ze echt super ongelukkig van worden. 9 van de 10 keer doen ze dat uit angst. Angst voor schaarste. Angst om hun status te verliezen. Dat had ik overigens ook. Dus het komt altijd voort uit angst. Dus dan moet je dat eerst gaan inzien van hey, ik doe dit vanuit angst voordat je hem kan overkomen. Angst is namelijk ook altijd groter. Wanneer je hem niet aanpakt, op het moment dat je hem aanpakt, ja, dan denk ik van, oh, deed ik al die tijd zo moeilijk voor dit. Heb ik 40 jaar op een kantoorbaan gezeten waar ik helemaal niet gelukkig van werd. En het moment dat ze daar dan mee stoppen, hebben ze binnen 2 weken ineens een andere baan waar ze van opbloeien. En waar ze in plaats van 5 dagen ineens 3,5 dag werken, waardoor ze ook meer tijd hebben voor de familie en vrienden. Maar eerste stap is om dat in te zien. Dit wat ik doe, is vanuit angst. En dan pas kun je angst ook gaan aanpakken.
Ja, en wanneer ben je ontvankelijk voor het moment dat angst je kan overnemen? Want daar zitten waarschijnlijk een paar stadia's voor. Wanneer kan de angst jou helemaal overnemen? Nou ja, eigenlijk al heel snel. Het moment dat jij gelooft dat iets wat buiten jouw macht ligt, groter wordt dan jouw eigen macht en jouw eigen kracht. Dat is wanneer angst jou overneemt of heeft overgenomen. Oké. Wanneer je dus maar eigenlijk volledig de regie uit handen hebt gegeven. Nee, ik kan geen andere baan vinden, want ik word toch nergens aangenomen. Nee, ik moet en zal deze vaccinatie nemen, want anders ben ik misschien iemand die corona zal verspreiden, of zal ik corona krijgen. Dus dan ben je eigenlijk continu de kracht en macht buiten jezelf aan het plaatsen. Je bent de regie uit handen aan het geven. En dat is wanneer je weet van oké, angst heeft controle over mij, waardoor ik handel op hele onnatuurlijke manieren. Ja. Ja, en dan weet je wat mensen dan altijd zeggen. Dan denken ze, ja, maar als ik nu mijn baan opzeg en stel nou dat ik dan niks anders vind en dat mijn geld opraakt en wat dan? Wat koop ik daar nou voor? Dat is allemaal doemdenken. Ja. Dat is allemaal doemdenken, ja. Dat is allemaal doemdenken. Ja, wat bij jou is... Ja, jij reist volgens mij ook een beetje de hele wereld rond. Je bent van allerlei dingen aan het doen. En dat kun je niet als je in angst zit. Dus je hebt het wel getransformeerd op een bepaalde manier. En nu resulteert dat in een heel rijk leven, lijkt me dat. Ja, gelukkig wel. Natuurlijk zijn er wel eens dingen die ik heel eng vind om te doen. Maar dat is wanneer ik vaak herken van... Oh, ik merk een weerstand bij mezelf en ik wil dit niet doen omdat ik het niet ken of omdat het op deze manier heel prettig is. Comfortzone. En dan verzamel ik alle ballen en dan ga ik het alsnog doen. Dus ja, skydiven. Niet skydiven, dat heb ik niet gedaan. Bungee jumpen bijvoorbeeld. Super eng. En als ik dan ga doordenken, ja, wat vind ik er dan zo eng aan? Ja, dadelijk ga ik springen en dan knapt touw. Ben ik straks dood. Weet je, doemdenken. Oké, maar ga ik die angst... Nou, hoe groot is de kans? Dat is best wel minimaal. En ga ik dan die angst ervoor laten zorgen dat ik die hele toffe ervaring niet heb? Ballen bij elkaar verzamelen, gewoon doen. En het is doodeng wanneer je daar staat. Ik stond daar, ik denk, wat bezielt me dat ik dit doe? En het moment dat je dan springt, is die angst weg. En dan voel je een onwijs groot gevoel van vrijheid en euforie en adrenaline. En ja, dan heb je toch weer een angst overwonnen. En ik geloof dat zijn van die hele simpele manieren waardoor je letterlijk traint om je angst te overwinnen. Want op het moment dat je weer gaat doemdenken of angst komt weer om de hoek kijken, dan herken je het. En dan ben je gewoon sneller geneigd om er tegenin te gaan. Maar dat is je mind... Je mind neemt het heel snel over, hè? Wanneer die gaat gelijk weer allerlei scenario's verzinnen. En dan is het van, oh ja, nee, dan moet ik het maar niet doen. Dus dat is een heel subtiel systeemtje wat daar zit. Ja, en het is vooral het niet toegeven aan het niet doen. Als je doodeng vindt om met mensen te gaan praten, dan moet je dat juist gaan doen. De eerste twee keren vind je het misschien nog eng. Bij de derde en vierde keer denk ik van, waarom heb ik dat al die tijd eng gevonden? Dus het is vooral het doen. Dat wat je eng vindt om te doen, gewoon ook echt doen. En dat zie je ook heel vaak in therapie. Hè? Wanneer mensen bijvoorbeeld echt een fobie hebben voor spinnen of voor bruggen, dan nemen ze de cliënten mee. En een therapievorm is dan ook echt spinnen opzoeken, de spinnen vasthouden, contact mee maken, juist over bruggen heen lopen. Omdat dat eigenlijk de enige manier is om aan jezelf te bewijzen van nee, ik ben er helemaal niet bang voor. Het zat alleen maar in mijn hoofd. Ik heb het gecreëerd in mijn hoofd. Maar wanneer ik het werkelijk doe, gebeurt er helemaal niks met mij. Ik ga niet dood. Ik ben nu een heel interessant boek aan het lezen van regressietherapeut Maarten Oversier. Misschien dat je hem wel kent, maar hij is in het wereldje is hij best wel bekend. Hij heeft van 15.000 sessies gedaan met mensen. En die komt eigenlijk achter dat de vorige levens, of de gebruiken van mensen uit vorige levens, dus ook generaties, zeg maar, die hebben zo'n ontzettende invloed op ons huidige leven. Dat is onvoorstelbaar. Ja. En
Hoe kijk jij daar eigenlijk naar? Want ik... Ja, nee, ik geloof daar ook zeker in. Ik heb ook een beetje ingelezen over epigenetics. Dus dat er gewoon dingen, informatie in je DNA zit. Wat je niet per se in dit leven hebt opgebouwd. Maar dat heb je gewoon al meegekregen vanuit de buik. Toen je in je moeder zat. En dat hoeft niet eens van haar te zijn. Kan het zelfs van haar moeder zijn. Of je overgrootouders. Maar dat is ook waarom ik deze reis en spirituele ontwikkeling zo interessant vind. Omdat heel vaak bepaalde denkpatronen en gedragspatronen gewoon niet van mij zijn. Dus van mij, Senna, 31 jaar. Want als je mij vraagt hoe denk ik erover, ja, dan zou ik daar heel anders op antwoorden. Maar in mijn handelingen, dan laat ik het tegenovergestelde zien. Omdat ik zo geprogrammeerd ben. Omdat dat in mijn DNA zit. Dus dat vind ik ook zo interessant. En je kan ook wat dat betreft niet diep genoeg gaan. Want het lijkt wel oneindig. Je kan daarin heel ver gaan. Maar dat is zeker een van de dingen waar ik vooral de afgelopen 2 jaar heel erg op zit. Gewoon echt hele oude dingen, oude informatie proberen aan te pakken en te transformeren. En ja, want het DNA vooral op het gebied van schaamte. DNA, dat is wel interessant. Ik heb ook een keer begrepen dat, dat een groot deel van ons DNA junk DNA is. En dat zou dus betekenen dat we een heel groot gedeelte van onszelf niet eens goed kennen. Nee, absoluut. Ja, ik maak die vergelijking juist altijd met het onderbewustzijn. Dus het bewustzijn en het onderbewustzijn. Nou, 5% van alles wat jij doet en wat jij denkt en wat jij zegt, 5% is bewust. Dus als jij 's ochtends opstaat en je gaat je kleren aantrekken en je stapt op de fiets en rijdt ergens naartoe, dat is allemaal 5%. Slechts 5% daarvan is bewust. En 95% komt uit je onderbewustzijn. Dus dat is super groot. Dus eigenlijk is bijna alles wat jij dagelijks doet, wordt niet aangedreven door die 5% bewustzijn. Dat je denkt van, oh ja, dit doe ik heel bewust. Nee, het is echt 95% onbewust. Door informatie wat in je onderbewustzijn zit, waarvan mensen heel vaak niet eens weten wat daar eigenlijk allemaal zit. En het is ook zo dat die 95%, die wordt dan gerationaliseerd door de 5%, hè? Je gaat dan achteraf denken van, oh ja, nee, maar dat heb ik zelf bedacht dat ik dat ging doen. Ja, precies. Ja, dus het is wel echt een beetje een mindfuck, als ik het zo mag zeggen. En een beetje een hide-and-seek game. Zo zie ik het leven ook wel echt. En je weet natuurlijk niet wat je niet weet. Maar dat maakt het alleen maar interessanter om te gaan graven in het onderbewustzijn. Want daar zitten gewoon heel vaak super oudere dingen die je kan aanpakken en kan transformeren. Ja, je zei echt schaamte. Heb jij het gevoel dat jij de schaamte van jouw ouders of grootouders, of wat in jouw DNA-lijn zit, dat jij die nu aan het oplossen bent? Absoluut. Ja, de schaamte, wow, vooral in de vrouwelijke lijn, vrouwelijke bloedlijn van mijn familie, absoluut, ja. Oké, okay, ja. Dat is wel interessant. Hoe weet je dat zo zeker? Nou, omdat ik ben in Nederland geboren. Ik ben in Den Bosch geboren. En ik heb me, zeg maar, als meisje, als jonge vrouw, heb ik bepaalde denkbeelden gehad. Of heb ik bepaalde denkbeelden. En ik merk dat tussen al die denkbeelden ook gewoon nog heel veel patronen zitten waarvan ik denk van, hé, dit is niet hoe ik wil denken. Dit is niet hoe ik wil zijn. En het moment dat ik dat ging aanpakken, merkte ik hoe veel terug het eigenlijk gaat. Dus dat het eigenlijk nog veel dieper ligt en veel dieper. Ik zal concreet een voorbeeld proberen te geven. Ik ben opgegroeid met één broer, 1 zus en 2 zusjes. Dus mijn moeder heeft 1 zoon en 4 dochters. En ik zit precies in het midden. Dus ik heb er 2 onder met 2 boven me. En opgroeiend, laten we zeggen vanaf mijn 14e, 15e, merkte ik een soort van weerstand naar vrouwen. Nou ja, ik ben zelf vrouw, dat hoef ik je niet te vertellen. Maar ik had een weerstand naar vrouwen. En ik merkte dat ik weinig vriendinnen had. Meer mannelijke vrienden.
Ik vond sporten als kickboksen heel leuk, voetbal. Ik ging op mijn 18, nee, iets ouder. Rond mijn 20ste ging ik mijn motorrijbewijs halen. Dus dat zijn allemaal best wel activiteiten of overtuigingen vanuit de yang, vanuit de mannelijkheid. Ik had zoiets van, ik ben zo. Ik ben gewoon zo. Dit is hoe ik ben. En hier sta ik achter en ik voel me helemaal goed bij. En later, toen ik wat bewuster werd, merkte ik van, oh, nou, dan heb ik het over een jaartje 23, 24 jaar oud. Oh, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel vrouwelijke vriendinnen, want ik vind dat ze altijd zo zeuren. Oh, ik vind eigenlijk dat ze. Ik had hele beperkende overtuigingen over vrouwen, best wel negatief. En dat is niet hoe ik, Senna, wil denken of zijn. Maar dat is wel wat ik in mijn hoofd had. Ja, vrouwen zijn gewoon zwakker. Ja, en dus gewoon bepaalde beelden over vrouwen. Van ik dacht, nee, dit is niet hoe ik wil denken over vrouwen. Ik ben zelf een vrouw. Ik wil toch niet over mezelf denken dat ik zwak ben. Of dat ik een zeikert ben. Of dat wanneer ik over emotie praat, dat weet je dat ik dan een zeikert ben. Dus toen ging ik daarmee aan de slag. En toen merkte ik eigenlijk dat ik gewoon heel veel weerstand had voor vrouwen. Of een bepaald. Dat ik op een bepaalde manier op ze neerkeek. Vanuit oude overtuigingen. Vanuit mijn voorouders. Dat een vrouw ergens moet zijn. En dus een heel erg divisie denken tussen man en vrouw. Een vrouw is dit en een man is dat. Een vrouw moet dit en een man moet dat. Ja. Ja, je hoort ook wel eens dat mensen bewust incarneren in een bepaald leven. Op het moment dat ze dus eigenlijk bepaalde energie. Dat ze daar de karma van op willen ruimen. Dus er wordt gezegd, ik heb wel eens gelezen dat het goed mogelijk zou zijn, in jouw geval, dat je in een vorig leven juist heel erg die mannelijke energie belichaamde. En dat je die nu, op dit moment dus, dat je daar nu mee bezig bent. Snap je wat ik bedoel? Ja, absoluut. Want je bent heel erg die mannelijke energie, die vertegenwoordig jij heel makkelijk. Dat gaat je heel makkelijk af. Ja. Maar goed, dat is een theorie, hè? Ik weet het niet, maar. Nee, maar het is echt zo. Inderdaad, mijn mannelijke energie, dus even voor mensen die niet heel erg in energieën zitten, laten we het vanuit het brein bekijken. Je linker hersenhelft is vooral het ordenen. Order, structuur, analyseren, plannen. Dus hele. Mannelijke kwaliteit, dat noemen we gewoon mannelijke energie. Dat had ik allemaal supergoed onder controle. Als het aankomt op vrouwelijke energie, dus mijn rechter hersenhelft, en ik heb het dan over intuïtie, creativiteit, emotie. Emotie? Ik was super rationeel. Niks emotie. Ik moest ook niks van emoties hebben. En daarbij denkend of het rationaliseren van, ja, maar ik ben gewoon een vrouw met niet te veel emoties. Ja, dat is echt onzin, want emoties heb je altijd. Je bent een emotioneel mens. Dus het duurde me heel lang voordat ik realiseerde van, oh wacht eens even, ik ben eigenlijk gewoon mijn vrouwelijkheid, mijn vrouwelijke kant, ben ik aan het onderdrukken. Ik maak gewoon minder goed gebruik van mijn rechter hersenhelft. En wat ik al zei, ik denk dat alles gaat om een balans. En dat je dan ook meer aanspraak doet op beide hersenhelften, waardoor je gewoon vollediger gaat leven. Waardoor je dingen ook vollediger gaat bekijken. Dus ja. Ik ben het heel mee eens dat ik misschien deze reïncarnatie heb. Of ik weet wel zeker dat ik deze reïncarnatie heb om gewoon bepaalde thema's aan te pakken. Ja, interessant. Ja, ik denk dat het voor iedereen geldt. We gaan zo meteen eventjes met jou verder, want we hebben een aantal vaste onderdelen in dit programma. We hebben de graancirkels, die gaan we eventjes onder de loep nemen. Welke graancirkels zijn er gevonden in de wereld en de UFO-meldingen? Dus ik ga altijd eventjes naar Marlijn. Marlijn, zijn er UFO-meldingen deze week? Ja, er zijn geen graancirkels, maar er is wel een UFO-melding. Meldingen, maar we nemen er maar één, want de meeste zijn een beetje vaag natuurlijk weer. Even kijken, we gaan naar een grijze driehoek. Grijze driehoek met rode lichten. En er zijn zoveel mensen die dit zien. En ook gasten die we hebben gehad in de show, die zeggen van, ja, ik heb ook wel eens een keer een UFO gezien. Dat was een beetje in een driehoeksvorm. En dus daarom heb ik deze even eruit gepakt. Uit Friesland. En
is een heel verhaal. Gisteravond was ik in mijn achtertuin om mijn kastdeur te sluiten en keek omhoog in de lucht, omdat er een heldere sterrenavond was. Ik keek altijd graag naar boven en weet hoe in de nacht een vliegtuig of helikopter, satelliet of ISS, ruimtestation of een vallende ster eruit ziet. We hebben onze gast verloren, maar... Ik zie het ook, ja. Daar is ze weer. Ik woon naast de vliegbasis in Leeuwarden in Beetchem, wat west-noordwest gelegen van de basis ligt. Ook ben ik bekend met vliegverkeer van verschillende straaljagers en weet hoe dat in de nacht eruit ziet. Maar nu, hij heeft een plaatje bij gedaan, maar dat is niet wat hij heeft gezien. Hè? Dit is een plaatje dat hij zelf heeft opgezocht. Maar nu zag ik iets wat ik nog nooit eerder gezien heb. Boven mij vloog richting het oosten een object wat 2 of 3 rode lichten bevatte. De lichten waren niet heel fel. Het object was solide en ik kon zien dat het een driehoekige vorm had, waarvan ik alleen de randen zag. Het midden was wat grijzig en wazig. Het vloog met een zeer hoge snelheid richting het oosten, waarna het van snelheid verminderde en in een hoek van plus-minus 30 graden met hoge snelheid richting oost-zuidoost afboog. Dit object was geluidloos. Na wat speurwerk op internet, foto gevonden uit België uit het jaar 1990. En dat is dus de foto waar het een klein beetje op lijkt. Maar Friesland. Oké. Senna, heb jij wel eens een UFO gezien? Ik heb een UFO, Unidentified Flying Object. Ik weet het niet. Ik zie wel eens dingen in de lucht die lijken op sterren, maar iets te snel gaan voor sterren en ook hele random bewegingen maken. Maar ik heb niet als bijvoorbeeld op dat plaatje, weet je wel, dat je echt een driehoek ziet met lichtjes. Nee, dat heb ik niet gezien. Nee, oké. Okay. Ja, goed, een object wat niet te identificeren is, dat is natuurlijk is heel breed. Hè. Dat kan ook een militaire operatie zou het kunnen zijn. Maar er wordt dan heel snel een verband gelegd met buitenaards. Heb je zelf een beetje onderzoek gedaan naar het buitenaardsen verhaal? Nee, ik heb geen onderzoek gedaan naar buitenaards, naar UFO's of niets uit boeken of op internet. Maar hoe hoger je gaat in je dosering met plantmedicijnen, hoe meer je ervaringen krijgt met buitenaardse wezens. Oké, dus die heb jij wel gehad. Wezens die niet van deze aarde zijn, ja. Oké, en kun je daar iets over... Met welke medicijnen is dat? Psilocybin, ayahuasca, San Pedro. Eigenlijk alles wat meer DMT in je lichaam aanmaakt. DMT, dat is helemaal... Daar word je gelanceerd naar iets. En als je daar geen wezens tegenkomt die super onmenselijk zijn... Ja, dan heb je nog geen goede DMT-trip gehad. De verbinding. Niels heeft last van de verbinding. Niels, je stoort een beetje, maar bij ons gaat alles gewoon verder gewoon goed door. Dus, ja. Nee, dus ik geloof zeker dat ze er zijn. Ik geloof ook echt dat je ze kan... Weet je, dat je er contact mee kan maken. Dat je informatie kan uitwisselen. Ik geloof sowieso gewoon dat er veel meer is tussen hemel en aarde. Veel meer dan deze wereld en wat er op deze wereld te zien en te beleven valt. Is dat ook iets dat je in de islam of andere religies tegenkomt? Een soort hints, nou ja, we hebben het in de islam natuurlijk wel over... ze hebben het daar over djinns, ze hebben het daar over engelen. Dus ja, wel dingen die buiten deze aarde plaatsvinden en zich afspelen. Oké. Okay. In het begin had je het over de 5 vragen, hè, die jou bezig hielden. Ja. Ik heb ze stiekem een beetje opgeschreven, niet allemaal. Maar als je de vraag stelt van, geloof je in een god? Hoe kijk je naar het concept god wat wordt gepresenteerd? Oeh,
Wil je daar iets over zeggen? Ja, hoe ik het ook zou omschrijven, het zou het te kort doen. Dus laat ik daarmee voor, weet je, laat ik dat voor opstellen. Ik denk dat het iets is wat ik niet kan grijpen in woorden. Ik zie het echt als alles. Dus letterlijk alles wat bestaat en wat ik kan zien en wat ik niet kan zien, komt uit deze bron. De bron en alles wat geschapen is of gecreëerd is uit die bron, is wat ik zie als God. Maar dus ook alle creaties ervan, want ik zie dat als een verlengde van. Dus ik geloof dat we één consciousness zijn, dus één brein met z'n allen. Dus laten we zeggen, jouw hersens en mijn hersens zijn eigenlijk samen één stel hersens. En ik denk dat het daarom ook heel belangrijk is om gewoon heel goed met elkaar om te gaan. En wanneer je dat in je achterhoofd houdt, dat je ook anders omgaat met mensen, dieren, objecten en de dingen die er bestaan. Omdat je het ziet als een verlengde van jezelf. Omdat je het ziet als een verlengde van de bron. Ja, ik zie God niet als iets wat buiten me staat. Wat ik wel jarenlang heb gedacht vanuit mijn opvoeding of religie. Ik denk juist dat het iets is wat je van binnenuit kan bereiken. Ja. Misschien moet je nog een vraag stellen. Ja, ik zit heel aandachtig te luisteren. Ja, je hoort ook vaak mensen zeggen, de weg naar binnen, dan vind je het goddelijke. Je bent het goddelijke. Dat is een beetje mijn perceptie van... Natuurlijk, wat jij zegt klopt wel hoor. Kijk, als je zelf merkt dat je, als je naar binnen gaat, dat je zoveel in jezelf kunt transformeren, dat er zoveel informatie in jou zit, wat jij in de kern bent. Ja, dat is ook gelijk weer een project. Kijkt, hè? Dus als ik vaak mediteer, of als ik vaak met mezelf bezig ben met oefeningen, of met de binnenwereld verbonden. Dan kijk je ook veel liefdevoller naar de buitenwereld. Dat straal je gelijk uit. En dan kijk je er gewoon heel anders naar. Het is bijna alsof je met een blij gezicht rond kunt lopen de hele dag. Dat is, en als je dat een tijdje niet doet, dan wordt het weer zwaarder. Ja. Ja. En ik sluit me daar heel erg bij aan. Dus echt dat je inderdaad van binnenuit de binnenwerelden... Dat je daarmee connect. En dat je dat ook weer uitstraalt naar de buitenwereld. Maar dat ook gewoon een hele goede manier is van contact maken met het alwetende, de schepper, de bron. En ik merk dat vooral vanuit de opvoeding die ik heb gehad, of vanuit mensen met een religieuze achtergrond, dat wanneer je zegt, God bereik je van binnenuit, dat er heel snel heel veel weerstand is. Omdat ze toch God liever zien als, plat gezegd, een man op een troon. Of iets op een troon die over je waakt en naar je kijkt en je uiteindelijk gaat beoordelen of je dingen wel of niet goed hebt gedaan. En ik noem daarin altijd het voorbeeld van de laatste profeet in de islam. Profeet Mohammed. En dat is dan een man, gewoon een mens. Een man die analfabeet was, kon niet lezen, kon niet schrijven. En dus ook grotten ging bezoeken om te mediteren in duister, in stilte. En op die manier informatie downloaden. Dus het woord van God wat hem dan bereikte via engelen. En dat is voor mij een ultiem voorbeeld. Het is een mens en dat geeft mij dus aan van als jij het duisternis kan opzoeken. Ik zie een grot sowieso als een symboliek voor je onderbewustzijn. Op het moment dat je dat kan doen en je kan je daaraan overgeven, dan kan je dus dingen bereiken in jezelf, waardoor je informatie kan downloaden. En waardoor je contact kan maken met allerlei dingen. Daar hoef je helemaal geen superhuman voor te zijn, je hoeft helemaal geen profeten voor te zijn. Je bent mens en die vaardigheden, die heb je. Die hebben we allemaal. Maar we moeten ons er wel toezetten om dat te doen. En je moet het überhaupt eerst geloven voordat je dat kan bereiken. Als je bijvoorbeeld niet gelooft dat er, als jij gelooft dat er geen God is, dan is er geen God in jouw wereld, in jouw leven. Ja. Ja. Op het moment dat je gelooft dat er wel een God is, dan is er ook een God. Ik geloof dat dat wat jij gelooft echt bepalend is voor de realiteit die je creëert.
Heb jij iets met de term matrix? Ja. Dat we in een matrix leven, in zeg maar de 3D-wereld. En dat we daar dan een soort van doorheen kunnen prikken met bewustzijnsoefeningen. Ja, ja, en ik zie de matrix ook als, want heel vaak zien mensen de matrix als iets wat buiten je is. Maar ik geloof in de seven hermetic principles. Ik weet niet of je dat kent, maar in principe zeggen ze daarvan as within, so without. Dus alles wat in je zit, is ook buiten je. Alles wat boven is, is ook onder je. En voorheen, zeker de documentaire, The Matrix of film. Ja, ik zie het echt als een documentaire namelijk. Maar daar zie je dus, het is natuurlijk een film. Dus je ziet het heel erg vanaf buitenaf, de krachten en machten van buitenaf. En hoe ze je eigenlijk gesloten proberen te houden in een soort van gevangenis. Nou, de Matrix. Maar ik geloof dat de Matrix ook in je zit. Ik weet niet of je wel eens hebt gehoord over de chakras. Nou, het energiestelsel. We hadden het net al over negatieve energie, positieve energie. En het zoeken van een balans. Dus het middenpiller daarin. Dat is ook je Matrix. Op het moment dat jij super ongebalanceerd bent en jij hebt heel veel schaamtes die je overnemen en angsten die je overnemen, dan leef je echt in een mentale gevangenis, waardoor je gewoon niet verder kan kijken. Op het moment dat je hart op slot zit en energie kan gewoon niet stromen in je hart, dan kan je wel 100 liefdevolle mensen om je heen hebben die je alles geven vanuit liefde, maar je kan het niet eens zien en ontvangen, omdat die liefde niet in je kan stromen. Dus je chakra's zijn ook een matrix. En voordat we de buitenwereld gaan navigeren en ons proberen te bevrijden van deze wereld, heb ik zoiets van, bevrijd je eerst van jezelf. Bevrijd je eerst van je eigen demonen. Dan ben je sterk, dan ben je groot, dan ben je machtig genoeg om de buitenwereld te navigeren. Dus eigenlijk zeg je van, jouw lichaam is eigenlijk een matrix in een matrix die je moet doorgronden. Gevangenis ja, in een gevangenis. Ja. Ja, heel mooi dat je zegt. Want ik merk nu van, er wordt gezegd van, we gaan van 3 naar 5D. Hè, dat ken je vast ook wel. Maar ik merk dat ik de laatste tijd, als ik weer heel erg in het 3D stof begeef, van conflict, discussie, veel dingen doen, veel ondernemen, dat vergt gewoon heel veel energie. En je merkt dat lichamelijk ook. Maar hoe kun je daar nou het beste mee omgaan? Om spiritueel gezien daar een balans in te houden? Want ik vind het 3D-wereld steeds zwaarder worden. Ja, mm-hmm. Choose your circles. En de plekken waar je naartoe gaat en de mensen met wie je tijd besteedt. Ik heb bijvoorbeeld, weet je, ik kijk sowieso geen televisie. Dus wat dat betreft ben ik volgens heel veel mensen niet goed op de hoogte wat er op de wereld speelt. Maar in mijn wereld bestaan dus heel veel dingen gewoon niet. Het bestaat wel op deze wereld, maar niet in mijn wereld. Ik merkte pas bijvoorbeeld echt iets over corona, toen ik niet met een mondkapje de bus in mocht. Toen pas had ik zoiets van, oh ja, wacht eens even. Corona en de maatregelen rondom corona. En dat was echt na 1,5 jaar of zo, voordat ik die eerste ervaring had. Dus ik praat altijd in termen van informatie. Jouw gedachten zijn informatie, je handelingen zijn informatie. En de dingen die jou toekomen is informatie. En met onze zintuigen consumeren wij en verwerken wij informatie. En op het moment dat je je zintuigen beschermt, dus waar kijk je naar, waar luister je naar, wat zijn de gesprekken die je voert, op het moment dat je dat beschermt en heel nauwkeurig kiest, dan trek je bepaalde dingen aan en dan stoot je bepaalde dingen af. Dus ik merk dat ik in mijn omgeving echt heel weinig mensen heb die gevaccineerd zijn bijvoorbeeld. En het is gewoon omdat het wel een bepaalde type mensen zijn. Ik ben al niet zoveel bezig met corona. Dus de mensen die ik aantrek zijn ook niet zoveel bezig ermee. Dus ik zou zeggen, of wat ik voor mezelf in elk geval doe, is gewoon heel nauwkeurig kiezen. En aandacht besteden aan wat voor informatie ik verwerk en wat voor informatie ik afgeef. Geloof jij ook dat als we bijvoorbeeld helemaal op ons gevoel gaan leven, de aarde over gaan reizen, zonder paspoort, zonder mondkapje, zonder geld, dat we dan gewoon geleid worden door ons gevoel langs alle obstakels heen?
Oh ja, ik reis best wel veel, maar ik kies altijd mijn bestemming. Nou ja, ik vlieg dan naar een airport en dan kies ik een dichtstbijzijnde stad waar ik dan 1 nacht overnacht. Dus vanuit Nederland leg ik alleen mijn eerste nacht vast, zodat ik gewoon weet, ik kom aan, ik ben moe en ik kan ergens slapen. Daarna maakt niet uit hoe lang ik ergens ben. Ik heb geen idee waar ik naartoe ga. Ik zoek niks op internet. Ik vraag mensen niet om tips. Ik ga gewoon. Want ik kom dan altijd wel mensen tegen die dan zeggen van, oh, misschien kun je dit proberen. Of, oh, wij gaan morgen daar naartoe. En op die manier kan ik wat beter voelen waar ik naartoe wil. Of waar ik naartoe moet. Waar ik hoor te zijn. Terwijl wanneer ik dat van tevoren helemaal ga uitstippelen, dan laat ik die ruimte weg voor spontaniteit, voor de magische ontmoetingen, voor de magische plekken. Dus ja, absoluut. Ik geloof niet in te veel uitplannen. Dat deed ik voorheen wel, hè? Plannen, 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 structureren. Maar dat is dus die vrouwelijkheid, die vrouwelijke energie. Gewoon overgeven en intuïtief aanvoelen waar je aan toe bent, waar je naartoe gaat, wat je gaat ondernemen. Is dat ook 5D dan? Is dat de wereld waar we naartoe gaan? Ja, ik denk dat dat zeker onderdeel ervan is. Ik denk dat 5D nog veel meer is. Het is echt wel een heel ander bewustzijn. Een ruimer bewustzijn in mijn optiek. Maar ik denk dat op die manier je leven navigeren zeker onderdeel ervan is. Ja, want Marlijn, je hebt het over 5D, maar volgens mij moeten we ook nog een tijdje door 4D heen. Want heel veel mensen zitten nu volgens mij in 4D, waarin nog wel 3D-elementen nog in voortleven. Hoe denk jij daarover dan, Senna? Ja, kijk, ik denk dat wij hebben natuurlijk een bewustzijn, maar ik zie onszelf meer als een soort van satelliet. Wij kunnen straks misschien met de hele wereld wel in 5D zitten, maar er zullen altijd mensen in 3D zitten. Dus ik zie mezelf als een soort van satelliet en ik kan afhankelijk van hoe ik eet, hoe ik me gedraag, of ik wel of niet mediteer, weet je, mijn mentale gesteldheid. Daarmee stel ik mezelf af op een bepaalde frequentie, net zoals met een radio. Je kan aan knopjes draaien en dan vang je een bepaald signaal op. Of je draait verder en dan vang je een ander signaal op. Zo zie ik onszelf ook. Je kan aan bepaalde knopjes draaien, noem het voeding, beweging, meditatie en noem maar op. En daarmee stel je jezelf af op een bepaalde frequentie. Dus er zijn periodes waarin ik me super 5D voel, omdat ik die input ook heb gegeven aan mezelf. En er zijn sommige dagen waarin ik gewoon dik, dik in 3D zit. Met gewoon de meest aardse, lompe gesprekken die er zijn. En dan denk ik van, oh, wat heb ik gedaan dat ik hier zit? Ik moet echt weer even aan mijn meditatie. Ik moet weer beter gaan eten. Ja, maar dat is wel grappig dat je daar schijnbaar dus wel in kan vertoeven. Dus je bent eigenlijk ga je door letterlijk door allerlei landschappen heen van mensen, van 3D, 4D, 5D. En ja, het is aan jou om daar op een bepaalde manier, om de juiste manier mee om te gaan. Ik wilde net wat zeggen. Ja, ik heb opeens ik had een leuk idee gisteren. En dat heb ik ook aan Marlijn verteld. We zijn bezig met een radiostation. En ik dacht, nou ja, wij moeten eigenlijk af van het concept van het nieuws en het weer. Elk uur, weet je wel. Dat is traditionele radio en tv. Maar als we dan een beetje meer naar de 5D gaan. Dan is het misschien wel leuk om in plaats van het weer. Een soort energetische update te geven van een bepaalde periode. Dat is dan veel, veel bruikbaarder, denk ik. Want ik zag ook gisteren iemand die maakte een video dat er energetisch de komende weken zoveel gaat veranderen, planetair. Dat dat toch veel meer zinvolle informatie is dan dat je weet of het morgen 10 graden is of 15 graden. Ja, ik moest trouwens aan je denken gisteren. Dat heeft ook hiermee te maken. Want jij had het over dat jij een paar dagen geleden, toen we elkaar spraken, dat je een paar dagen geleden helemaal niet kon slapen. En dat je alleen maar aan het denken was. En wat moet ik gaan doen? En dingen plannen. En dingen proberen uit te pluizen, toch? Ja, klopt. Ja. Nou, en gisteren toen was ik hier met een vriendin. En toen zei ze op een gegeven moment van, oh, WhatsApp ligt eruit. Ik zeg, oh. Ze zei, oh, Facebook ligt er ook uit. Oh. Ze zegt ja, en Instagram ook. Zeg, oh, dat is wel heel apart. Zegt ze, ja, maar het is wel één bedrijf. Ik zeg ja, maar het is wel heel apart dat het hele systeem eruit ligt. Dat is echt wel, dat is niet oké. En ik zeg, nou, ik vind het gewoon heel verdacht. Maar ja, zij zit wat meer in 3D. Ze had zoiets van, ja, ze hebben gewoon een storing.
En weet je, dat was het gesprek. En toen zij dus wegging, toen zat ik op YouTube en kwam er ineens een filmpje voorbij over de Mercury retrograde. Ja. Ik dacht, oh, daar ga ik even op klikken. Dus daar klikte ik op en er kwamen zoveel dingen in voorbij, want ik hield me er helemaal niet zo bezig. En er kwamen heel veel dingen voorbij van, ja, het is een trickster. Weet je, het fopt dingen, het kan systemen neerhalen. Cyberaanvallen zijn allemaal heel normaal in deze periode. Maar ook dat je dingen gaat overdenken, dat je geen duidelijkheid of helderheid ziet en dus gaat overpeinzen. Dat je dingen te veel probeert te structureren weet je, dat je nieuwe projecten wil aangaan terwijl je dat beter niet kan doen. En terwijl ik dat filmpje hoorde, dacht ik van, oh, dit is zo waardevol. Zoveel dingen vallen op hun plek. Weet je, bepaalde dingen die ik heb gevoeld. Of nou, de gesprekken die ik heb gehad met andere mensen. Die dan zeggen van, nou, oh, dit heb ik gevoeld. Ik weet niet wat ik ermee moest. Dan denk ik van, ah ja. Dus in dat opzicht denk ik dat het heel waardevol zou zijn. Überhaupt. Wanneer astrologen gewoon meer aan het woord komen. Absoluut. Die gewoon inderdaad meer vertellen van, oké, dit is wat er energetisch en kosmisch nu plaatsvindt. Dus dit is wat je kan voelen. En dit is hoe je ermee om kan gaan. Echt de helft van de gesprekken niet mee. Ja, Niels, je wifi is een beetje, ook een beetje Mercury retrograde. Dit krijg ik wel weer mee, dus dat is wel grappig. Oh jee. Heb jij iets gevoeld van de laatste dagen, sinds zo ongeveer vrijdag, 1 oktober? Want toen kreeg ik ook een beetje, waar ik nu nog steeds in zit, een beetje raar allemaal. Heb jij dat ook gevoeld? Ja, ik heb vooral de afgelopen 2 dagen een gevoel van onrust. Daarom was ik heel blij dat toen Niels zei van, oh, ik voel een bepaalde rust bij. Dan denk ik van, oké, dus ik kom niet heel onrustig over bij andere mensen. Maar ik voel wel een bepaalde onrust. Ik merk dat ik heel erg behoefte heb om dingen te strategize. Dus om strategieën te bepalen. Maar tegelijkertijd voel ik dat ik aan een soort van ketting zit dat zegt van nee, dit is niet de tijd. Nu moet je gewoon zijn. Niet te veel plannen, niet te veel doen, gewoon zijn. En gisteren dus ook, toen social media eruit lag, dat was een moment na het eten dat ik normaal gesproken even op Instagram ga of op Facebook of noem maar op. En WhatsApp, weet je, dat ik mijn berichtjes allemaal ga beantwoorden. Nou, dat kon nu niet. En toen had ik ineens mijn handen vrij. Dacht ik van, oh ja, wat ga ik nu dan doen? En daarin realiseerde ik me van, oh ja, ik kan ook echt wel veel meer nog een stapje terugzetten. En mijn tijd gewoon anders gebruiken in plaats van het weg te scrollen. Echt gewoon meer tijd nemen om te reflecteren. Om gewoon niks te doen. Om gewoon rustig aan te doen. En toen ik dus die social stop had gisteren, werd ik wel een beetje kriebelig van. Ja. Ja. Oké, ik ben er weer volgens mij. Dus dat is wel weer fijn, want het beeld is af en toe een beetje vreemd. Ik heb een podcast, die heet De Nieuwe Tijd. En ik ben altijd heel benieuwd hoe mensen die in deze radio-uitzending zitten, of in deze livestream, hoe die kijken naar de ideale toekomst. Ik weet dat het moeilijk is, omdat het natuurlijk een beetje speculatief is. Maar wat zijn 3 voorwaarden volgens jou om die nieuwe tijd te bereiken? Nou, in het verlengde ook van wat ik net zei, dat ik kriebelig werd van social media, of dat het gestopt was. Heel veel mensen hebben natuurlijk heel hun werk erop gebaseerd. Ik heb ook heel veel communicatie op social media lopen. Nou ja, de video's die ik post is ook op YouTube. Dus ik merk dat heel veel mensen, en ook ikzelf, een best wel kwetsbaar positie innemen. Door content te maken en heel veel tijd te investeren in kanalen die gewoon onzeker zijn. Want ze kunnen op de een of andere dag een cyberaanval hebben of storing of wat dan ook. En ja, dan liggen je werkprocessen gewoon stil. Dus ik denk dat in de nieuwe tijd ondernemerschap ook heel anders zal zijn. Dat mensen gewoon wat onafhankelijker worden. Dus in plaats van naar mainstream kanalen te gaan,
ook gewoon independent kanalen op gaan richten. Dat mensen wat meer gaan samenwerken en initiatieven gaan opzetten. Die dezelfde werking en functies hebben als mainstream kanalen. Maar iets meer zeggenschap en co-creatie daarin. Dus dat het niet een monopolie is. Ik denk dat dat een van de dingen is. In de nieuwe tijd zie ik ook dat veel meer mensen hun bewustwordingsproces belangrijk gaan vinden. Waar we in een tijd leven waar het vooral gaat om werken, 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 presteren, status en bezittingen verzamelen. Denk ik dat mensen steeds meer gaan naar, wat zit er eigenlijk allemaal nog meer in mij? Hun eigen heling, hun eigen groei. En dus eigenlijk hun zelfbewustwordingsproces voorop gaan zetten. Waar voorheen werk en geld prioriteit was. Even kijken, dat zijn wel twee ontwikkelingen die ik... Ik weet niet of ik het hoop of dat ik het zie of dat ik het gewoon heel graag wil. Maar dat zie ik wel in een nieuwe tijd. Ja, ja, dat is eigenlijk een totale herziening van hoe we het nou doen, hè? Ja. Want kijk, als je echt begrijpt van waarom je die innerlijke processen kunt doorvoelen, dat heeft te maken met bewustzijn, dat je weet van wat je bent en waarom je hier bent. Dat maakt ook dat je nog meer nieuwsgierig kunt zijn, maar dat heeft te maken met dat je, ja, ook inderdaad weer die angsten waar je het net over had, die moet je wel overwinnen om verder te komen. Ja. Ja. Het hangt eigenlijk heel erg met elkaar samen, dat is wel grappig. Absoluut. Want ja, als je ziet dat mensen ook, weet je, als ze wat dichter bij hunzelf komen te staan en dus minder angsten hebben, dan zullen ze ook hun angsten minder uiten in vastigheid als werk of nog meer vermogen opsparen, want ja, het is nooit genoeg. Dus dan gaan ze daarin ook gewoon hele andere beslissingen nemen. Op het moment dat mensen echt vanuit hun hart gaan leven en de relatie die ze hebben met zichzelf en hun eigen geluk voorop gaan stellen, dan zullen ze ook minder snel kiezen voor baantjes waar ze niet zo gelukkig van worden, of relaties waar ze niet gelukkig van worden. Dus je gaat zien dat mensen meer volgens hun eigen waarheid en authenticiteit gaan leven, waardoor alles ook wat echter gaat worden. Op het moment dat iemand dan een onderneming start, dan zal het niet alleen vanuit een winstgevend belang zijn, maar ook gewoon vanuit een bepaalde passie om iets neer te zetten en te creëren. Dus ik heb het gevoel dat alles gewoon wat echter gaat worden. Ja, nou hè, dat werd ook een keer tijd, zeg. Jongen, ja, jongen. Maar ook, weet je, alles kost wel heel erg tijd, hè. Ik heb heel lang in het bedrijfsleven gezeten en ik heb gemerkt, weet je, dan werken er misschien maar 30, 40 man. Maar op het moment dat je gewoon één ding gaat aanpassen, een beleid, hoe lang dat duurt voordat iedereen zich heeft aangepast, voordat het bij iedereen geïntegreerd is, voordat iedereen conform de nieuwe regels gaat leven. Dus, en dat is dan alleen een bedrijf met 40 man, dus laat staan als we kijken op mondiaal niveau met miljoenen mensen. Dus ik ben heel optimistisch en ik geloof ook echt dat deze veranderingen gaan komen, maar het gaat ook wel heel veel tijd kosten. Ja, wat je net zegt, bedoel, in het bedrijfsleven, dat is vaak top-down aangestuurd, hè? Dus kijk, je ziet nou meer die bottom-up beweging van onder naar boven. En zo zou ik het ook graag willen met zo'n initiatief als Radio Gletscher. Ik zou graag willen dat de mensen die op mijn platform of op ons platform komen, dat ik die ook een beetje ken. Dat ik weet van, die persoon die maakt een programma voor ons, maar die weet ook echt wat hij aan het doen is, waar we in zitten op dit moment. Weet je wel, dat je echt die visie uitdraagt. En die mensen zijn er wel. Maar dat als je dat zo als een soort, ja, dat klinkt misschien wat soft, maar als een soort familie of een soort, ja, community-achtige beweging daarvan kan maken, dan kan het een heel krachtig iets worden, denk ik. Absoluut, dat geloof ik ook. Ja, ja, in plaats van dat je ze moet voorschrijven, we gaan nu even het kopje 3D naar 5D doen, dat jullie allemaal weten waar we het over hebben. Nee, maar dan zit je gewoon met gelijkgestemde mensen en dan heb je vaak aan een half woord genoeg. Precies, nou die scheiding is natuurlijk wel heel duidelijk te zien. Ik zag ook laatst een video van iemand die is ook met die energieën bezig. En die zei van, het kan maar zo zijn dat ik de komende 2 weken zulke grote veranderingen teweeg brengen. Dat je steeds vaker gaat zien dat mensen niet meer met elkaar kunnen praten. Hè, dus dat betekent dus eigenlijk dat mensen gewoon echt in een andere realiteit zitten. En dat is zo grappig. Ik zie het ook best wel gebeuren, hoor. Kijk maar eens naar Twitter, hoe mensen nog zo in die
verkrampte oude energie zitten van vanaf en tot de, ongeveer tot de politiek. En dat is een beetje mijn zichtveld. En dat is een beetje de realiteit. En maar niet kijken van wat er nog verder nog allemaal is en mogelijkheden. Maar die zitten nog zo in het oude spelletje. En die op een bepaalde manier kunnen ze niet zien of niet overzien dat er nog veel meer aan de hand zou kunnen zijn. Ja, klopt. Klopt, ja. Ja, dat is natuurlijk fascinerend. Dat zijn dingen, misschien merk je dat ook al mee, dat zijn gewoon dingen die je zelfs weet je, binnen bepaalde vriendenkringen nog hebt. Of in mijn geval bepaalde opdrachtgevers. Ja, maar dat is ook de wereld. Er is gewoon superveel diversiteit. Maar niet iedereen zit op dezelfde lijn. Nee, en maar daarom vind ik het ook zo leuk. Als je eigen familie zo zijn. Ja, maar die gesprekken die wij nu hier hebben. Kijk, als je al een NPO zou willen of een gezamenlijk spreekbuis, dan zouden die gesprekken, die zouden daar plaats moeten vinden. Maar dat doen ze dus blijkbaar niet. En dat is met de pers en zo het geval. Dus daarom vind ik het zo belangrijk. Het is voor mij mind drive om dat te doen. Van, nou, dan gaan wij ze gewoon voeren. Huppakee. Ja, maar daarom denk ik dat het alsnog wel tijd gaat kosten als we echt op wereldniveau in alle processen die veranderingen willen. Want ik had het net over, je had het over top to bottom, hoe dat nu gaat. En dat het in een nieuwe tijd meer bottom to top zal gaan. Maar ja, as above, so below. Weet je, we gaan misschien een andere richting op. Maar ook dat gaat tijd kosten. Want als je in die bovenste laag de veranderingen wil hebben, daar waar zij het meest vastgeroest zitten in de huidige systemen, dat gaat tijd kosten. Kijk, die onderstroom, die is er al. Ik bedoel, mensen zoals, weet je, die denken zoals jij en ik, die zijn er al. Maar om echt die verandering op wereldniveau in allerlei processen te kunnen doorzetten. En daarin gewoon een groter gedeelte van mensen mee te krijgen. Ja, dat... Maar tijdsrelatief natuurlijk ook. Ja, nee, absoluut. Absoluut. Ja. Hey, Senna, je hebt 1500 nieuwsuitzendingen gemaakt. Dus je hebt, je weet hoe het eraan toe gaat. Hoe het nieuws gemaakt en gebracht wordt. Dus je hebt daar gewoon, je bent ervaringsdeskundige. Je kan iedereen even meenemen van, hoe wordt dat nou gemaakt, zo'n nieuwsuitzending? En waarom is het allemaal fake? Nou, waarom het fake is, is omdat je denkt dat wanneer je naar een nieuwsuitzending kijkt, dat je daarmee een realistisch beeld krijgt van wat er allemaal speelt in de wereld. Dus dat de content een afspiegeling is van de maatschappij. Dat is waar je vanuit gaat als kijker. En dat is waarom de meeste mensen ook kijken. Maar laten we zeggen dat elke dag start met een nieuwsredactie. Waarin er een vergadering plaatsvindt. Over onderwerpen die dan besproken kunnen worden. Nou ja, je hebt natuurlijk maar een x-aantal minuten. Dus er kunnen maar x-aantal onderwerpen besproken worden. En de keus in onderwerpen heeft dan vooral te maken met wat gaat er scoren. Wat is er op dit moment hot and happening. En hou daarbij rekening dat er vaak maar één bron gebruikt wordt. Dus in de meeste nieuwsredacties waar ik heb gewerkt is dat dan ANP. Dus daar worden allerlei onderwerpen verzameld. En uit ANP worden dan onderwerpen gekozen. En natuurlijk zijn er ook weet je, mailtjes die we ontvangen op de redacties. Of mensen die zelf contact opnemen. Maar heel veel dingen komen uit ANP. Dus het is al best wel gekaderd. En dan worden er ook nog eens onderwerpen geselecteerd die heel vaak gewoon negatief zijn. Want negativiteit verkoopt, wordt doorgestuurd. Hoe meer kliks, hoe meer viewers, hoe meer geld. En 9 van de 10 items die je dus op een nieuwsuitzending ziet voorbij komen, zijn gewoon negatief beladen. Dus ik noem even een heel stom voorbeeld. Een auto rijdt de sloot in. Dat is dan nieuws. Maar als het verhaal bijvoorbeeld is dat iemand die op een fiets zat ineens van zijn fiets sprong en het water indook en de deur heeft opengedaan en die bestuurder en de hond uit de auto heeft gehaald en ze zijn aan de kant gelegd en iedereen leeft en geweldig en dit is een held. Hoe vaak zie je dat soort verhalen? Terwijl dat soort verhalen er wel gewoon zijn. Wij krijgen zeg maar het dramatische gedeelte mee van dit is er gebeurd. Terwijl soms lopen dingen ook gewoon heel goed af.
Maar dat zie je niet. Soms zijn dingen gewoon minder erg dan dat we het vertellen, want het wordt heel erg aangezet. Maar ja, dat weet je als kijker natuurlijk niet. Dus je wordt daarin gewoon heel erg geprogrammeerd om de wereld te zien op een negatieve manier. Alsof er alleen maar negatieve dingen plaatsvinden. Er vinden ook heel veel mooie dingen plaats. Die onderwerpen krijgen we ook heel vaak gewoon doorgestuurd. Die zijn ook gewoon te vinden, maar die worden gewoon niet geproduceerd. En dat is gewoon omdat een mediakanaal is gewoon een bedrijf en een bedrijf heeft belangen. En het belang is niet per se om jou een goed gevoel te geven nadat jij een nieuwsuitzending hebt bekeken. Is dat al bij het ANP zo dat ze daar ook al een soort negatief frame om een bepaalde gebeurtenis hebben gemaakt? En dat jullie dat overnemen? Of is dat toch wat objectiever opgeschreven? Nou, durf ik je niet te zeggen. Ik wil daar geen uitspraak over doen, omdat ik daarmee zeg dat ANP op een bepaalde manier is. Maar het is meer dat heel veel redacties dat als bron gebruiken. Dus dat is eigenlijk een van de eerste dingen die een redacteur doet. ANP. Je gaat kijken wat staat er dan op ANP. En daar wordt dan een selectie uitgemaakt. Oké, dit vinden we interessant, dat vinden we interessant. Op ANP staan ook wel heel veel dingen die gewoon niet op nieuwsuitzendingen komen. Dus ook heel veel positieve dingen die er staan. Maar goed, het blijft natuurlijk de verantwoordelijkheid van een hoofdredacteur binnen een bepaald bedrijf. Binnen een bepaald mediakanaal, wat er gekozen wordt, wat er uitgezonden wordt. En zij zeggen dan vaak ook van ja, we kiezen de dingen die passen het beste bij ons doelgroep. En nou ja, op basis van de ervaring die we al hebben gehad. En wij weten beter wat wel scoort en wat niet scoort. Dus ik heb daarin heel vaak ook gewoon weerstand gevoeld van, nou, gevoeld, gekregen. Dat wanneer je bepaalde onderwerpen aankaart van hey, dit lijkt mij een inspirerend verhaal, laten we dit doen. Dat het dan ook gewoon zonder pardon van tafel wordt geveegd. En je zei ook, want je hebt natuurlijk heel veel mensen die zijn heel erg tegen de NOS. En die zijn heel erg, die hebben heel veel kritiek erop ook en zo. Maar jij zei iets van, ja, als je dus, en volgens mij had jij dat ook, toen jij met dat nieuws bezig was, dat je, hoe heet dat, dat cortisol wordt dan aangemaakt, stresshormoon. Dus, ja. Dus ook jij als presentator krijgt dat stresshormoon de hele tijd. Want je zit daar de hele dag in natuurlijk. Ja. Dus je kan ook niet verwachten van mensen van de NOS bijvoorbeeld, dat die opeens een ander deuntje gaan zingen. Want die zitten gewoon vol in de stress, gewoon door hun werk. Ja. Ja, en ik denk dat dat wel een interessant gegeven is om echt in je achterhoofd te houden. Want heel veel mensen onderschatten dat. En ik heb dat ook heel lang niet gezien als presentator. Want toen ik zeg maar weerstand voelde voor het nieuws en het werk dat ik deed, ging ik mijn eigen manieren zoeken om ermee om te gaan. Dus ik had zoiets van, nou, ik kom aan op mijn werk en de onderwerpen die we gaan bespreken, ik ga daar gewoon geen research over doen. Ik krijg de presentatieteksten aan. Nou, het zijn dan een paar zinnen. Die lees ik. Op zender lees ik ze voor en that's it. Maar het is zo dat echt bij elk ding wat negatief is, al is het een gesprek, al is het iets wat je hoort op de radio, op het moment dat jij iets waarneemt wat negatief is, of dat nou via je oog is, via je oren of wat dan ook, je lichaam reageert met cortisol, met stresshormonen. Dat is gewoon een natuurlijke reactie. Dus ook als iemand zit te roddelen over een ander, of je vriend zit te klagen, dan je lichaam maakt cortisol aan. Het maakt stresshormonen aan. En dat is wat mensen heel vaak onderschatten. Ook met de overtuiging van, nou weet je, ik kan er wel gewoon mee omgaan. Ik hoor gewoon mijn klagende vriend aan en daarna geef ik een advies en that's it. En dat is natuurlijk heel mooi, maar je lichaam maakt wel die stresshormonen aan. En die stresshormonen gaan er ook niet zomaar uit. Die zitten in je lichaam en pas wanneer jij actief daarmee aan de slag gaat, dus laten we zeggen sporten of meditatie, dan pas maakt je lichaam weer andere hormonen aan. Dus het lijkt heel onschuldig, een klaaggesprek, een negatief gesprek of een negatieve nieuwsuitzending, maar dat is het niet. Het heeft direct invloed op je gezondheid en op je onderbewustzijn. Want die informatie, want daarvan heb ik ook nog een paar mensen die dan zeggen van, nou Senna, ik weet het, wat we op het nieuws zien is niet altijd echt of is niet altijd objectief of wordt negatief aangedikt, maar ik kijk daar doorheen.
Sommigen zeggen dat. Ik kijk daar doorheen. Ik neem niet alles op. Ah, ja. Ik snap wat ze daarmee bedoelen. Van, nou, weet je, je neemt alles misschien met een korreltje zout. Of weet je, je probeert zelf nog objectief te blijven. Ik ben met je. Dat geloof ik ook. Maar dan nog, als we kijken naar het effect. Alle informatie die je waarneemt gaat rechtstreeks naar je onderbewustzijn. En je onderbewustzijn kan heel veel, maar het kan één ding niet. Het kan niet echt van nep onderscheiden. Dus alles wat jij waarneemt is waar voor jouw onderbewustzijn. Is waarheid. Is echt. Dus je kan daarin niet bewust een onderscheid gaan maken. Want het zit op onbewust niveau. Ja, nou, dat is met tv kijken heel subtiel. Hè? Ik heb een keer een documentaire gezien, jaren geleden. Waarin ook geschetst werd, wanneer jij dus tv kijkt. En ook al kijk je gewoon alleen maar iets gewoon voor de gezelligheid. Dus met weinig aandacht. Je wordt, je komt in een bepaalde frequentie terecht. Waarin je dus eigenlijk jezelf, ja, dat onderbewuste waar jij het over hebt, dat wordt heel erg geprogrammeerd op dat moment. Maar terwijl je eigenlijk zoiets van, nou, ik kijk gewoon een beetje onbewust gewoon even een filmpje voor de gezelligheid. Maar er gebeurt van alles. Je wordt als een idioot geprogrammeerd. En dat lijkt heel onschuldig, maar het zorgt wel voor jouw kijk op naar de wereld, hè? Ja, absoluut. En ja, je wordt echt geprogrammeerd. Het heet ook niet voor niks een programma, hè? Het heet een programma, want je wordt geprogrammeerd. En het tekent inderdaad hoe je denkt en hoe je je voelt en hoe je handelt, hoe je naar de wereld kijkt. Het bepaalt alles. En het lijkt heel vaak onschuldig. Ik keek bijvoorbeeld een documentaire, ik kreeg dat doorgestuurd. Ja, ik laat de naam er even buiten, maar dat was een serie met verschillende titel, of met verschillende onderwerpen. En in een van die onderdelen ging het over kinderen die ontvoerd worden en die dan gebruikt worden voor satanistische offerings. Weet je dan waar ik het ongeveer over heb? Ja, een beetje. En ja. Zij betrokken allerlei dingen erbij, dus ook het Amber Alert en dat een systeem zou zijn dat waar ze mee zouden samenwerken en noem maar op. Lang verhaal kort, ik keek ernaar met korreltje zout, objectief blijven. En dat is dus hoe ik erin stond. Echt een paar weken later moest ik passen op mijn neefje. Mijn neefje is 4 jaar oud. Nou, mijn neefje die ging buiten spelen en die zat op zijn fietsje. Ik ging heel even naar binnen om wat te halen. Ik kom terug en ik kon mijn neefje niet meer vinden. Alle alarmbellen af. Zoeken. Ik ben nog geen 3 minuten verder. Het eerste wat in me opkomt, misschien is hij ontvoerd. Dadelijk wordt hij meegenomen. En dadelijk wordt er een ritueel gedaan. Gewoon de meest rare ideeën die bovenkwamen. Omdat je brein, je onderbewustzijn, op het moment dat iets gebeurt. Dus ik heb iets gezien, kindontvoering. Gaat rechtstreeks naar je onderbewustzijn. En op het moment dat ik in mijn dagelijks leven ook maar één signaal oppak wat in dat hoofdstuk zit, in mijn onderbewustzijn, dan gaat die informatie bovenkomen. Kindontvoering, Amber Alert, kind wordt daar naartoe verplaatst, offerings, bla 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 bla. En toen had ik echt zoiets van, wow, ik kan wel zeggen dat ik er objectief naar kijk, maar zo werkt je brein niet. Dan heb ik nog wel een ander voorbeeld van hoe je lichaam erop reageert. Toen ik bij AT5 werkte, hadden wij heel vaak nieuws over scooterroven. En ik woonde destijds in Amsterdam-West. En ik merkte dat elke keer wanneer ik op straat liep en ik hoorde een scooter aankomen van ver, dat ik ineens een zenuwachtig gevoel kreeg in mijn buik. Ah, ja, ja, ja. En later, dus ik merkte dat op van, oh, weet je, ik voel me zenuwachtig. Weet je, ik voel ineens een angst opkomen. Niet wetend waar het vandaan komt. En hoe vaker ik het meemaakte, kwam er een moment dat ik realiseerde van, oh wacht, ik voel dit elke keer wanneer ik een scooter hoor. Dus ik kon het op een gegeven moment opmerken, wat de trigger was. En dat heeft dus te maken met de nieuwsberichten die ik dan steeds voorlas. Scooterroof, je wordt geroofd, bla bla bla. Dus wanneer ik een scooter hoorde aankomen, gaf mijn lichaam al signalen van, er is gevaar, je moet opletten. Dat is eigenlijk helemaal geen gevaar. Nee. Dus dat is ook hoe angst werkt. Klopt, het doet me heel erg denken aan, dan komen we toch terug op de tv.
Ik zag laatst een heel interessant interview met Elze van Hamelen, met een dame die heeft jarenlang op Wall Street gewerkt. En zij was zich heel erg bewust van het feit dat er heel veel van die verborgen berichten zitten in reclames en zo. Hè? En ook in films en eigenlijk in heel veel tv-programma's en zo. Zij was op de hoogte van dat feit. Dat je dus dat er een bepaalde mind control bezig is. Maar dat gaat op hele vele, op verschillende lagen wordt dat ingezet. En zij was ook op een gegeven moment was die vrouw een keer bij een presentatie. En ze wist dat die man een beetje foute dingen deed. En dat hij een beetje een loesje figuur was en niet oprecht. En ze zag de hele zaal zitten en die waren ontzettend enthousiast van wat die man aan het vertellen was bij die presentatie. Dus zij ging daar zitten en zij had een boekje meegenomen met aantekeningen. En ze dacht bij zichzelf, weet je wat ik ga doen? Ik ga aantekeningen maken en ik ga me er tegen verzetten. Want ik weet dat ze bezig zijn om... Ja, jezelf, dat zij ook in een bepaalde euforische stemming komt, dat ze ook mee gaat doen. Dat wist ze. Even later, die man gaat die bezig met die presentatie en op een gegeven moment al die mensen gaan staan en ze gaan klappen. En weet je wat er gebeurde? Ze gingen ook staan en klappen. En op het moment dat ze stond te klappen, dacht ze bij zichzelf, hè? Ik sta te klappen. Wat doe ik nou? Ik... Zo sterk is het. Ja. Ja, mind control. Ja. En dan ja, toch gaan handelen en gedragen naar de normen van de massa. Ja, je moet de push van de Darren Brown eens kijken. Dat gaat er ook over. Oké. Kijk, er wordt een... Sorry. Nee, zeg maar. Nee, ik wilde een ander voorbeeld nemen, maar ga noemen. Oh nee, de push. Ja, eigenlijk moet ik er niks over zeggen, want anders ga ik het spoilen. Maar er wordt iemand helemaal bewerkt... zodat hij een opdracht gaat uitvoeren. Dus er is een groot feest georganiseerd, maar dat zijn allemaal acteurs. En dan één iemand is de hoofdrolspeler die van niks weet. En die moet, iemand overlijdt. En hij moet iets met dat lichaam. Want ja, hij is toch een beetje schuldig eraan. Ook is dat niet, het is allemaal in scène gezet ook. En naar dat moment toe, wordt hij helemaal hoe zeg je dat? Bewerkt of geprogrammeerd? Ja, geprogrammeerd, ja. Met allemaal kleine dingetjes. Dus hij komt dan geloof ik voor de catering. En we hebben vegetarische hapjes. Dus hij is een beetje in de keuken bezig. Maar die kok zegt, ja, er zit wel een beetje vlees in. Maar goed, dat moet je maar niet zeggen en zo. En hij gaat er helemaal in mee. Dus hij constant hele kleine stapjes dat hij steeds... meegaat in het verhaal eigenlijk. Ja. Om uiteindelijk de push te doen. En dat is iemand van het dak gooien, letterlijk. Van het dak duwen. En je ziet helemaal, ik weet niet hoe lang het duurt, een uur, anderhalf uur, zie je gewoon hoe iemand daar helemaal zo wordt bewerkt dat hij dat inderdaad wel of niet doet. Dat is dan... Dat is dan de premise, maar ja. Ja, bizar. Marlijn, zijn er al berichten binnengekomen? Want er zijn mensen die natuurlijk op de chat zitten bij ons op YouTube. Kun je dat zien? We hebben één bericht van... goeiedag allemaal. Dat is van Jan. Ja, Jan is een hond, zie ik. Dus het is een heel... Oké. Ik wou even vragen aan Senna, want we zien jou daar zitten. Wat is dat voor ruimte en wat doe je daar? Want ik zie allemaal matrassen ook. Dus, dit is een ruimte waarin ik mensen samenbreng. Al mijn cliënten voor meditaties, voor yoga, voor ceremonies met plantmedicijnen. Voor coachingsgesprekken. Voor volle maancirkels. Dus er gebeurt hier van alles. Jij bent ook yoga docenten, hè? En jij geeft dus Afrikaanse yoga. Wat is daar zo bijzonder aan? Dat het een hele oude vorm van yoga is. Oud-Egyptisch. En het is yoga en het blijft yoga. Weet je? Dus je kent yoga, lichaamsoefeningen, ademhalingsoefeningen. Meditaties, maar ik heb zelf gewoon iets meer met Afrika, daar kom ik ook vandaan. En ik heb sowieso iets met Egypte.
En heel veel oefeningen die je doet, hebben te maken met de alignments van bepaalde punten in je lichaam. En refereren naar bepaalde Egyptische deities, die ook weer staan voor bepaalde energieën. Dus dat is het wat het anders maakt ten opzichte van andere systemen. Oké. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar yoga uit India, dat is gebaseerd op dit systeem. Want dit systeem, of laat ik zeggen yoga in India, eerste vorm wat dan in India is ontstaan, werd doorgegeven door de Dravidians. En de Dravidians die komen uit Ethiopië. Ik switch heel vaak naar het Engels, omdat ik dit soort dingen normaal in het Engels bespreek. Maar zij komen dus uit Ethiopië en zij hebben hun cultuur, hun taal, hun yoga practice, de meditatie, tantra, hadden ze allemaal meegenomen en die beoefenden zij daar ook. En dat hebben ze daar doorgegeven in India. Dus heel veel oefeningen komen ook wel overeen, maar het zijn gewoon bepaalde principes, bepaalde houdingen, de namen en de aanpak waarin het heel erg kan verschillen. Oké. We hebben het eigenlijk nog niet zozeer gehad over hallucinerende middelen, die jij ook wel eens doet. Ja, ayahuasca is wel even voorbij gekomen, maar wat zijn naast ayahuasca nog meer middelen die jij wel eens gebruikt of inzet? Mijn favoriet is mushrooms. Ik moet zeggen psilocybin. Ik heb ervaring met San Pedro, DMT. Ja, zo nog wel wat middelen, maar psilocybin is echt mijn favoriet. Ayahuasca heb ik een aantal keer gedaan, maar die vind ik heel hard. En fysiek best wel pittig. En met mushrooms merk ik dat ik wel diep kan gaan en die reis kan maken zonder dat ik fysiek te veel ongemak heb. Oké, dus mushrooms zorgen wel voor dat je in een ander bewustzijnsstaat komt, maar heb je minder ongemakken van? Ja. Met psilocybin heb ik ook echt wel heel veel lagen van mezelf kunnen pellen. En heb ik heel veel dingen onder ogen kunnen zien waarvan ik in me niet wist dat het er zat. Dus heel veel onbewuste patronen. Psilocybin heeft me ook heel dicht bij religie gebracht, omdat dingen die ik jarenlang las en uit boeken probeerde te halen, ik nu ineens beter ging begrijpen. Het sparkelde gewoon een inner wisdom, een inner knowing. En daardoor viel het kwartje van heel veel dingen. Oh, dit is wat ze eigenlijk bedoelen. Dus ja, ik heb het idee dat met psilocybin bereiken een soort van staat waarin je jezelf heel erg kan helen, waarin je jezelf beter kan leren kennen. Maar je maakt ook steeds meer contact met de inner genius. We hebben allemaal een inner genius met heel veel wijsheid. Maar bij velen van ons zit die gewoon heel diep verstopt. En met plantmedicijnen als psilocybin kan ik daar gewoon heel goed contact mee maken. En informatie downloaden over mezelf, over anderen, over de wereld, over het bestaan. Dus één avondje psilocybin staat gelijk aan misschien 60 boeken. Maar dan heb ik dat in één avond gevoeld. En is de kunst alleen nog maar om het te onthouden. Maar even, ik ben er best wel onbekend in nog, in dit soort thematiek. Maar psilocybin, wat is dat precies? Kun je dat wat meer uitleggen? Psilocybin is de actieve ingrediënt wat je in truffels en in magic mushrooms hebt. Psilocybine. Okay. En psilocybine, wanneer je dat consumeert, dat zit dus in truffels of in andere soorten mushrooms. Op het moment dat je dat consumeert, dan wordt er meer DMT aangemaakt door je pijnappelklier. En DMT is een natuurlijk hormoon, altijd al aanwezig in je lichaam. Dat wordt heel erg aangemaakt wanneer je bijvoorbeeld droomt, wanneer je net geboren wordt, wanneer je overlijdt, wanneer je mediteert. Het zit in alles wat leeft. Dus in mensen, in dieren, in planten. En het wordt gezien als een soort van spiritueel molecuul. En op het moment dat je plantmedicijnen neemt, psilocybine, dan wordt er dus meer DMT aangemaakt in je lichaam.
Je noemde net al eventjes de pijnappelklier. Heel belangrijk als je daarvan bewust bent in elk geval. Maar hoe zorg je ervoor dat de pijnappelklier gezond blijft bij jou? Mediteren. Het blijven activeren. Veel bronwater drinken. Dus ik gebruik eigenlijk alleen kraanwater voor mijn thee. Ik gebruik natuurlijke tandpasta. En niet naar te veel onzin kijken. Als je 's ochtends opstaat, ervoor zorgen dat je als eerste zonlicht in je ogen krijgt. En niet het licht van je telefoon, van je scherm, van je laptop of wat dan ook. Überhaupt niet te veel op de telefoon te zitten. Dat zijn een beetje de dingetjes die ik doe. Is daar een speciale meditatietechniek voor? Dat je concentreert op dat derde oog? Of, Nou, ik heb eigenlijk met heel veel meditaties dat je je wel concentreert op je derde oog. Bijvoorbeeld met yoga die ik doe, zijn bijna alle oefeningen dat je je ogen naar boven gerold hebt en hier naartoe draait. Natuurlijk zijn er wel bepaalde oefeningen waar je heel bewust juist naar beneden kijkt of heel bewust naar boven. Maar veel oefeningen in yoga zijn echt met de ogen dicht en naar boven gerold. Dat je daarmee gewoon wat beter contact maakt met je intuïtie en je lichaamsbewustzijn kan vergroten. Je hebt meer focus. Dus ja, ik gebruik het eigenlijk best wel veel op die manier. Oké, dus je kijkt dan ook echt met je ogen naar dat punt van je, waar je pijn op het dier. Ja, dus eigenlijk gewoon wanneer je ogen dicht hebt, ook wanneer je gaat slapen, dan rollen je ogen eigenlijk automatisch toe naar dit punt. Dat heb je altijd wanneer je slaapt. Daarom heb je vaak ook dat wanneer je met je ogen open slaapt, dat je alleen maar wit ziet. Zonder dat je ogen automatisch naar dat punt toe rollen. Ah, oké, okay, interessant. Ik schrijf het even op hoor. Ja, opdat je het niet vergeet. Nog nooit gedaan. Nee, ik ook niet. Nee. Oh, dat werkt echt heel goed. Met meditatie. Okay, top. Ja. Oké. Even zien hoor. Ja, want die ayahuasca hebben we gehad. We hebben dus die mushrooms gehad. Wat zijn er ook mensen die... die zoiets gaan doen, die eigenlijk helemaal geen benul hebben van wat het inhoudt? Of is de jouw optiek, maakt dat wat uit? Nou, er zijn heel veel mensen die gewoon totaal geen ervaring hebben, maar wel dingen erover hebben gehoord of dingen voorbij zien komen vanuit mijn socials. Maar er zijn ook gewoon heel veel mensen die wel ervaring hebben, ook met meerdere plantmedicijnen en daardoor dus ook gewoon openstaan voor de psilocybin. Dus het is eigenlijk van echt mensen van allerlei hoeken en allerlei achtergronden. Maar vaak wel mensen die gewoon openstaan voor zelfgroei, ontwikkeling, heling. En ontdekken van nieuwe delen of eigenlijk oude delen van zichzelf. Ja want daar was ik nog even benieuwd naar. Want je vertelde dat als je, je komt dan in een hoger bewustzijnsstaat. En dan zeg je van, nee, dat zijn oude patronen die ik dan opruim, want dan zie ik dingen die waarvan ik niet wist dat ik ze had of zo, dat je ergens last van hebt. Maar hoe zie je dat dan? Want je komt dan inderdaad in een andere staat, maar wat dan? Wat doe je dan? Ja, dat is echt voor iedereen heel anders, maar om je een beeld te geven als je het nooit hebt genomen, je neemt een medicijn, ik noem het liever een technologie, want ik heb het idee dat ik daarmee mezelf supergoed kan navigeren. Je neemt het, laten we zeggen na 30 tot 60 minuten, dan begint het te werken. Nou, dat kan eerst in je lichaam zijn met tintelingen, of dat je echt voelt dat het aan het, weet je, dat het opgenomen wordt. Dus misschien met een lichte spanning of lichte buikpijn. En dan op een gegeven moment dan werkt het zich toe naar een piek. En in een piek staan eigenlijk gewoon al je zintuigen op scherp. Dus je gehoor wordt beter. De manier waarop je waarneemt zal veranderen. Dus niet alleen met je twee fysieke ogen, maar ook met je derde oog, je zesde zintuig. Dus je kan ook echt energieën waarnemen. Je gaat vooral heel veel voelen. Dus je voelt heel goed wat er in je lijf zit. Mensen kunnen daardoor beter bij delen komen in hun lichaam waar heel veel blokkades zitten. Nou, en het is gewoon een combinatie van jezelf overgeven aan de lessen die het brengt.
En het kunnen focussen op bepaalde dingen. Dus wanneer je bijvoorbeeld een pijntje of iets voelt in je lichaam, dat je erop focust. En ja, daar kan je dan gewoon informatie over krijgen. Dat kan in gevoel zijn, dat kan in gedachten zijn. Dat kan in kleuren zijn, in beelden, in geluid. Het kan op allerlei manieren. Voor iedereen is het anders, want iedereen neemt ook waar op een hele andere manier. Sommigen zijn wat meer visueel ingesteld, anderen zijn meer een gevoelsmens. Dus het is voor iedereen ook heel anders hoe informatie of die inzichten tot je komen. Maar je maakt altijd echt wel een reis door jezelf, door meerdere lagen van jezelf. Interessant, interessant. Marlijn, je hebt een mooie afbeelding op het scherm getoverd. Wat zien we? Ja, nou, dat moet je eigenlijk niet aan mij vragen. Oh. Maar ik dacht, dit heet Sema Tawi. En ik hoopte eigenlijk dat Senna hier iets over kon zeggen. Want het is al, kijk, je ziet af en toe wel eens van die Egyptische afbeeldingen voorbij komen. En dan denk je van, ja, leuk. Wat stelt het nou eigenlijk voor? Maar jij gebruikte dit in een presentatie van je. Klopt. Dus, en er is heel veel op te zien. En je had het over het ego ook, wat er mee te maken heeft. Dus wat zien we hier? Hier zit eigenlijk super veel symboliek in. Sema Tawi is de unification, de verbinding van twee landen vertaald. Dat is wat het betekent. En dat is ook hoe je oud-Afrikaanse yoga noemt. Egyptische yoga, oud-Egyptische yoga. En wat we hier zien is eigenlijk twee opposites. Twee tegenpolen. Die met iets in hun handen aan het trekken zijn. Je ziet tussenin een middenpiller. En het heeft eigenlijk te maken met het balans zoeken. En dat er dus altijd twee tegenpolen zijn. Mensen van nature leven in dualiteit. In het divisie denken. Jij, ik. Weet je wel, je ego, je hart. Hart, zacht, koud, warm. Goed, slecht. Dat divisie denken, dat doen we heel erg vanuit de ego. En dat is een onderdeel van jezelf. Je ego heeft vaak ook heel veel, of bij heel veel mensen, zeker in 3D, is de ego super actief. En je ego is eigenlijk de identiteit die je zelf hebt gegeven op basis van wat jij denkt dat andere mensen van jou vinden en van jou verwachten. Dus je kan de ego zien als een soort van sociaal masker. Een persona die je hebt gecreëerd. Maar los van je ego heb je ook je ziels-ik, je echte ik. En in je dagelijks leven heb je eigenlijk altijd een soort van gevecht tussen die twee. Sommigen noemen het gevecht, ik noem het liever een dans. Want een gevecht, wanneer je gevecht ingaat, dan wil je... Winnen natuurlijk. Winnen, precies. Maar in dit geval, het gaat niet om het winnen of verliezen, want dan ga je weer divisie denken... Je wil eigenlijk dat er een balans is. Dus ik noem het liever een dans. Dus je hebt je duistere kant, je hebt je lichte kant. En je wil dat die twee goed met elkaar overweg kunnen, waardoor je continu in het midden bent. Waardoor je zelf continu in balans bent. En dat is waar yoga voor staat. Het balanceren van je mannelijke en je vrouwelijke energie. Om niet te veel in je hoofd te zitten, maar ook wat meer in je lichaam te gronden. Om beslissingen niet te veel te rationaliseren of vanuit je hoofd te doen, maar echt vanuit je hart te leven. Dus het gaat allemaal om die balans in jezelf creëren. En dat is eigenlijk, en er zitten nog veel meer symbolen hierin, maar dat is wat dit aangeeft. Mooi. Ja, ja ik zit nog met een vraag die ik die komt zomaar op. Die zegt van... want we zitten natuurlijk in een best wel bijzondere tijd. Dat merk je ook wel aan alles. Hoe ga je nou om met al die verschillende mensen? Kijk, iedereen zit dus in een bepaalde bewustzijnslaag. Hè? Iedereen kijkt weer anders naar de wereld. Het is echt zo gigantisch groot hoe ver mensen uit elkaar kunnen liggen op dit moment. Hoe voel jij aan waar iemand zit? Hoe heb je daar trucjes voor dat je zegt van oké, die zit ongeveer daar met zijn beleving. Dan moet ik dit en dit zeggen. Hoe ga je daarmee om? Nou, ik probeer dat niet te veel te doen, want dat is heel erg oordelen.
iemand proberen te beoordelen. En het gevaar daarin is dat je ook soms kunt projecteren op mensen. Dus in hoeverre zie ik iemand echt aan voor wat iemand is? En in hoeverre projecteer ik dat wat ik denk op iemand? En maak ik diegene wat diegene misschien helemaal niet is? Dus ik probeer gewoon heel erg af te tasten. En je voelt zelf vaak wel of je bepaalde gesprekken wel of niet kan voeren met iemand. Maar dat betekent niet dat iemand minder is dan mij of meer. Of dat iemand verder is in zijn ontwikkelingsproces of minder. Snap je? Want je kan bijvoorbeeld in bepaalde onderwerpen misschien heel erg 5D zitten. Maar in hele andere thema's en onderwerpen weer op 3D. Er zijn heel veel dingen die ik ook kan leren waar ik misschien nog in 3D zit. En ik geloof dat iedereen die je ontmoet, weet je, iedereen is een spiegel van jezelf. Dus iedereen komt je ook wat geven, wat brengen, wat leren. Iemand laat je ook wat inzien. Als jij bijvoorbeeld in gesprek bent met iemand en je wordt continu getriggerd. Ja, dat is jouw emotie. Het is jouw pijn wat er zit. Dat is niet wat diegene jou geeft. Diegene die weet gewoon net een knopje in te drukken waardoor dat in jou geactiveerd wordt. Dus dan is de vraag, waarom reageer jij zo op die persoon? Of waarom voel jij je zo bij die persoon? En dat zijn hele interessante dingen. Om dat dan ook aan te nemen als een soort van sleutel. Of als een soort van signaal om dan weer te sleutelen aan jezelf. Om weer te werken aan jezelf. In principe zouden mensen, althans zo zie ik het, wanneer iemand je triggert. En je krijgt een bepaald negatief gevoel, is dat gewoon jouw pijn, jouw oud leed, een of andere trauma wat jij hebt, wat nog niet verwerkt is. En wanneer iemand jou heel erg inspireert en je krijgt een heel fijn gevoel, dan is dat vaak ook een signaal van iets waar je naar opkijkt, iets wat je heel graag zou willen of iets wat jou simpelweg heel goed laat voelen omdat je dat bij de ander ziet. En dat is vaak hetzelfde gevoel. Ja, en dan wat ik... Ja, nee, ik onderschrijf helemaal wat je zegt, hè. Ik heb er dus ook wel eens dat ik getriggerd word door iemand die, die vaak is dat een, ja, van het perspectief is dat een 3D-onderwerp waar het dan over gaat, maar ik word getriggerd en dan kan ik niet altijd snel, het is niet altijd snel duidelijk voor mij wat het dan is, hè? Want wat het is, zo werkt het voor mij niet. Soms denk ik echt van, ja, maar wat was het nou dan precies? Ja. Hoe kun je erachter komen? Maar vraag je jezelf dat dan ook af op dat moment? Nee. Dus ik ben niet. Ja, daarom. Dat is op het moment dat je iets voelt. In plaats van dat we dan meteen schieten in reageren op de persoon. Is het goed om even een stapje terug te nemen. Stilte op te zoeken. En jezelf af te vragen van oké. Wat voel ik? En waarom voel ik dit? Ik zie dat heel vaak bij mensen om me heen. Die dan echt discussies aangaan en gesprekken aangaan over corona. Of over de vaccinatie. Oh ja. En dan zie ik echt dat de ene super gefrustreerd wordt. Omdat de ander gevaccineerd is. Of daar helemaal achter staat. En dat triggert diegene dan. Want ja, diegene is niet gevaccineerd. En die heeft daar allemaal overtuigingen bij. En in de kern zit daar vaak... weet je, dat kan natuurlijk van alles zijn. Dat jij een bepaalde overtuiging hebt. Maar stiekem dus ook dat jij vindt dat de ander diezelfde overtuiging moet hebben. Nou, daar ga je al de mist in. Want jij bent een persoon, iemand anders is een persoon. Jullie hebben allebei de vrijheid om te kiezen wat jij wil. En als jij voor jezelf claimt te willen dat jij vrijheid mag hebben in je eigen keus, dan moet je de ander ook die vrijheid geven. Dus heel vaak zie je dat wanneer er iets van een trigger is, dat we gewoon, ja, dat het ego... daar aan het overnemen is, dat daar iets van een pijntje zit of een trauma, waar je gewoon zelf nog niet helemaal bewust van bent. En als je je meteen afvraagt van, hey, waarom voel ik dit op dat moment, dan, weet je, kunnen er al allerlei dingen boven komen. Oh, maar, weet je, het is misschien niet goed voor hem, of het is ongezond, zo begint het vaak. En dan kun je jezelf afvragen, ja, dus. En dan kom je vaak terug bij... Ja, ik vind gewoon dat de hele wereld niet gevaccineerd moet zijn. Dus ik wil eigenlijk gewoon bepalen voor mensen wat zij moeten doen. Oh, dat is niet oké. Nee. Oké, dus ja, kijk, dat is dus wat ik even wilde weten. Want ik vergeet dus vaak op het moment dat het gebeurt wat ik moet doen. Dat ik
Of ik sta er gewoon niet goed genoeg bij stil. Dat komt het gewoon neer. Ja. En dan later is het lastiger om te achterhalen wat het nou was. Maar ja, nou ja, dat is dan voor mij weer een uitdaging. Want dat vind ik dus lastig. Ja. Ja, in het moment gewoon jezelf afvragen. Want als je dat voor jezelf ook scherper hebt, dan gaan we in plaats van te reageren, zomaar reageren, ook gewoon echt corresponderen. Dus dan ontstaat er een echt gesprek, in plaats van dat je allebei maar uit patronen zit te reageren en te handelen. Ja. Alright. En soms helpt het ook om gewoon dat even aan te geven, hè? Maar dat doe je vaak alleen bij mensen waar je je veilig bij voelt. Ja, want ik zit nou te... Ik merk dat je me triggert terwijl je dit zegt. En dan kan de ander dan vragen van, maar waarom dan? En dan ontstaat er een dialoog. Ja, dat voorbeeld wat ik net in mijn hoofd had, dat was dan niet, dat was bij iemand waar ik me niet echt veilig bij voel. En dan is het anders, anders, hè? Dan wil je, is het gesprek weer zo beladen gelijk. Ja. Dus ja. Heb je dat ook wel eens, Marlijn? Dat je niet goed weet waar je trigger vandaan komt? Jawel. Maar ik vind het niet zo heel erg belangrijk waar die vandaan komt eigenlijk. Het is meer dat ik denk, want dan zie ik ook inderdaad wel op social media of zo. En dan triggert een bericht mij, een tweet van iemand of zo. En dan denk ik, oh, wacht eens even. Dat is dus, dat gaat helemaal niet over die tweet. Dat gaat over mij. En waar zit dat? En hoe voelt dat? En dan is het eigenlijk al goed. Dus ik ga niet heel erg op zoek. Misschien zou ik dat wat meer moeten doen, misschien. Maar waar het vandaan komt. Maar. Ja, en weet je, als we zeggen waar het vandaan komt, dan klinkt het meteen alsof je helemaal, weet je, teruggaat naar het verleden en al, weet je, alles zit. Dat is het niet zozeer. Het is eigenlijk gewoon meer dat je voelt waar je vanuit welke plek het komt. Komt het vanuit een plek van onzekerheid of komt het vanuit een plek van beoordeling of komt het vanuit een plek dat je controle wil hebben? Meer dat je voelt van, oké, daar komt het vandaan. Niet zozeer van, oh ja, maar omdat toen ik 3 was, toen gebeurde er dit als peuter en dat bedoel ik niet. Maar meer vanuit, weet je, waar komt het vandaan? Ik ja, had dat bijvoorbeeld, meer... hebben we nog tijd? Want ik zie dat op 1,58 zitten. Nee, we hebben nog tijd. Ja. Ik had dat met een, ik zocht een hypnotherapeut. En ik had hem al ooit gesproken in het verleden. En nu 2 jaar later had ik zijn nummer gevonden in mijn telefoon en ik bel hem. Ik zeg, nou, ik zou graag een afspraak met je willen maken voor een hypnose. En hij zegt, ja, je kan me beter even een appje sturen en dan kunnen we een afspraak inplannen. Dus ik denk, oké. Dus ik ga naar WhatsApp en ik stuur hem een berichtje en ik zie dat ik al berichtjes naar hem had gestuurd. Mijn video's, de vlogs, die ik op mijn YouTube heb. Dus ik stuur een berichtje, hey, ik heb je net gesproken aan de telefoon. Ik zou je even appen om een afspraak met je te maken. En nu zie ik dat ik je al video's heb gestuurd in het verleden. En hij reageerde niet. Dus een half uur later dacht ik, nou, ik ga maar weer bellen. Het is bijna 5 uur, dus ik bel. Hij zegt, nou, ik zou je appen, want ik wil een afspraak met je inplannen. Ik zei, ja, weet je, ik wil eigenlijk helemaal geen afspraak met jou inplannen. Want ja, we hebben gewoon geen klik. Oh, oké. Ja. Ik zat echt van, oké. Wauw. Ja. En ik hang op, maar hoe ik me voelde, dat was niet... Ik voelde me echt niet chill. Ik dacht echt van, in mijn hoofd was echt van, what the fuck, en wat zegt hij me nou? En hoe kan je dat nou zeggen? En je kent mij niet eens. En heel erg gaan verdedigen van, en dat kan je niet doen. En ik zit echt totaal verbijsterd, leg ik die telefoon neer. En ik bleef maar voor me uitstaan. Ik denk, what the fuck is dit nou? En maar waarom voel ik me nu ook zo dan, weet je... Oké, en als hij geen klik voelt, dan wat? Weet je, hoe erg is dat? En toen merkte ik steeds meer van, maar ergens heb ik dan toch van, ja, je kent me niet, dus ik voel me beoordeeld. Misschien wil ik wel gewoon gemogen worden door iedereen het liefst. Weet je wel, in plaats van dat mensen me niet mogen. Zeker als je me eigenlijk niet eens kent, maar goed. Dus ik ging daar heel erg over... Weet je, echt bij mezelf, nou, van waar komt dit gevoel nou vandaan? Van wat ik nu voel. En pas toen ik dat ruimte kon geven aan dat gevoel, wat niet zo heel chill was, toen pas kon ik komen, en dat duurde echt wel een paar minuten, toen pas kon ik komen bij respect
en waardering voor wat hij heeft gedaan. Dat ik echt naar hem opkeek en dacht van, ik vind jou zo fucking stoer. Dat jij gewoon zelf kiest hoe jij je tijd besteedt en met wie. En wanneer jij iemand niet voelt, om wat voor reden dan ook, dat je ook gewoon zegt, ik voel het niet. We hebben geen klik. Ik ga jou niet helpen. In plaats van een of andere rotsmoes, ik zit vol of wat dan ook. Ik heb een wachtlijst, want dat gebeurt ook heel vaak. Hè? Nee, hij had gewoon de ballen om het precies te zeggen zoals het was. Ik voel geen klik met jou. Dus ik ga mijn tijd niet aan jou besteden. Ja, had hij wel even wat eerder mogen zeggen dan? En niet wachten tot jij 3 keer contact opneemt. Ja. Maar, Maar met zo'n sessie, zo'n hypno-sessie, is natuurlijk wel iets anders dan dat je ergens aan de kassa werkt. Hè? Dat snap ik ook wel weer. Ja. Ja, dus, maar goed, dat is niet... Ja, ik goed, dat van, weet je had het gewoon kunnen doen voor het geld. Het is gewoon iemand een meditatie geven. Weet je, had het ook gekund, maar nee, dat deed hij niet. Dus ik vond het wel heel stoer. En dat ja, als je het zo bekijkt, dan is het ook wel weer zo dat hij dan eigenlijk ook wel een goede beslissing maakt voor jou. Want uiteindelijk doet het ook geen recht. Hè, als jij zometeen een sessie doet, alleen voor het geld, waar je uiteindelijk niks aan hebt, dan heeft het ook geen zin. Ja. Ja, precies dat. En ik achteraf dacht ik ook wel van, nou, als ik daar niet te veel in mijn emotie schoot en antwoordde met, oh, oké, is goed, fijne dag. Dan had ik misschien ook nog kunnen vragen van, oh, wat is dat gevoel dan wat je hebt? Wat voel je dan? Dan had ik misschien ook wat meer kunnen weten over wat zijn gevoel dan precies is. En dan had ik misschien ook wat meer kunnen leren over hoe hij naar mij kijkt en wat daarin misschien mijn aandeel is geweest. Een gemiste kans eigenlijk, want je, ja, maar goed, ja, dat schiet je dan inderdaad in die trigger of in die stress. Ik schat in mijn emotie wel. Ja. Oké, okay, en ik wil dat zo snel mogelijk op, ik denk, oké. Okay. Ja, zijn er, we kunnen nog een uur doorpraten, denk ik. Ik vond het heel leuk dat je bij ons was. Ja, dankjewel voor je uitnodiging. Ik vond het ook heel leuk. En luister vooral als wij het eenmaal staan naar Radio Gletscher. Dat is echt het enige station waar je nog terecht kunt straks. Ja, precies. Nou ja, hopelijk komen er wel meer. Maar goed dat jullie al beginnen. Zo is het. Voor de mensen die kijken, we zijn de volgende week zijn we er weer, hè Marlijn? Ik denk het wel. En er worden nog fragmentjes geplaatst en de uitzending is ook terug te kijken op YouTube en op onze website radiogletscher.nl. Wanneer je nog suggesties hebt als luisteraar of betrokken wil zijn bij Radio Gletscher, stuur even een mailtje naar info@radiogletscher.nl. En ik wens iedereen nog een hele fijne dag en tot volgende week. Bye bye. Doei. Ciao.